Het zit er allemaal in. Wie heb ik aan de lijn? Oh my god. Wie heb ik aan de lijn? Oh my god. 5 euro? 10 euro? Ja, 10 euro. Oh, oh, ja, 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 jackpot! Yes, 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 yes. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben echt net wakker. En ik had zo ongelooflijk veel zin in een broodje chocopasta. Dus ik wilde net een broodje chocopasta gaan smeren. Sok die is ook aanwezig. Die ligt hier als het goed is lekker te chillen achter dit witte kussen. Even kijken hoor. 1, 2. Sokje. Hey. Hallo Sokje. Hallo, goedemorgen. Ik ben heel erg benieuwd of jullie er ook zoveel zin in hebben. Ik in ieder geval wel en volgens mij vinden jullie dit altijd geniaal. Het is vandaag namelijk weer tijd voor een nieuwe veiling! Yay! Yay! We hebben money spend nog niet. We gingen toch vandaag jouw geld uitgeven? Ja, is goed. Ik heb... 20 euro! Ik heb dit vaker gedaan en ik heb er ontzettend veel zin in. En jullie zien dat ik ook weer mijn outfitje aan heb. Mijn zakelijk outfitje, omdat ik vandaag weer een paar biedingen ga doen. Tenminste, dat is de bedoeling. En voor de mensen die geen idee hebben waar ik het nu over heb, klik dan even op het linkje in de beschrijving. Daar ben ik eerder naar een veiling geweest. Het is super tof. En als je geen zin hebt om op dat linkje te klikken, dat hoeft ook helemaal niet. Dan leg ik nu heel kort uit wat de bedoeling is. We gaan straks naar Diemen. Daar heb je een veiling. Dan kan je bieden op een kar. Die kar zit gevuld met kleren, met toilettasjes, met gevonden voorwerpen, met koffers die achter zijn gelaten op Schiphol, waarvan de eigenaar niet meer teruggevonden kan worden. Dus die zetten ze allemaal op één kar. Die kar kan je kopen. Dat begint meestal vanaf 300, 400 euro per kar. Dat kan oplopen tot 900 euro, soms zelfs over de 1000 euro. Zo'n kar gaan we kopen, proberen te kopen, voor een hele mooie deal. En dan moeten we nog hopen dat er hele goede voorwerpen in zitten die geld waard zijn. En die spullen verkopen we uiteindelijk en op die manier kan je winst maken. Maar het is niet alleen de bedoeling om winst te maken, de drang... Van wat zit er in die koffer? Dat is jouw drang. Dat is niet normaal. Maar lijkt de vorige keer de eerste keer ook, joh. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Ja. Dat is wel echt heel gaaf. Wat zit er in die koffers? Dat willen wij natuurlijk allemaal weten. En daar gaan we vandaag hopelijk weer achter komen. Dus als jullie er zin in hebben, ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Ik heb er wel zin in. Ik ook. Blauw duimpje voor mij ook alvast, hè? Wie hebben we daar? Oh, it's your boy Boas. Hey, leuk dat je er bent, Boas. Oh! Hoe is het? Prima met jou? Ja, lekker man. Het is weer een sjeik weer buiten. Dat is niet normaal. Maar we laten ons vandaag niet tegenhouden. Want Boas, wij gaan gevonden voorwerpen kopen! Yay! Wat ben je aan het kijken? Jouw video! Ik ben mijn grootste fan! Ik heb alles echt al 6 keer gezien. Koffers kopen! Oh shit! Wat zijn geen koffers kopen? Koffers kopen! Oh, ik zak die tandenborstel bijna in mijn keel, jongen. Oh, yo. Ik denk even rustig tandenpoetsen voordat we weggaan. Maar het komt steeds dichterbij, mensen. Tandenpoetsen en dan gaan we weg. We moeten natuurlijk eventjes goed onze maag vullen voordat we gaan bieden, want we moeten helder kunnen denken. De vorige keer hebben we koffers gekocht op basis van het gevoel van Bas. Nou, dat was... Auw! Jij hebt het zelf gedaan. Dus dat doen we niet meer. We gaan vandaag niet meer op het gevoel van Bas bieden. Van Boas dan? Nee, ook dat niet. We gaan gewoon op mijn intuïtie af en we gaan gewoon eventjes alles goed bekijken. Maar eerst even lekker smikkelen. We zijn ondertussen allemaal lekker aan het smikkelen en we hebben zojuist iets meegemaakt dat was zo ontzettend geniaal. Ik bedoel, ik ga heel vaak op de foto en wat komt er dan bij kijken? Dan maken ze een telefoon of een foto met een telefoon, met een tablet, met een camera, weet je, een fotocamera. Ik heb heel veel dingen gezien, maar deze guy is echt held van de dag. Is serieus? Yo! Is serieus echt
held van de dag. Moet je kijken. Dit heb ik geplaatst op mijn Instagram. Geniaal. Deze kerel, held van de dag. Er komt hier een fan naar me toe en die wil een foto maken. Pakt hij zijn hele laptop erbij. Gaan we een foto maken met je laptop? Ja, kijk dan. Oké, daar komt hij, mensen. Oké. Ja, klikken. 3, 2. Deze guy. Je bent echt de held van de dag, serieus. Zo mooi, hè? Hij pakt gewoon de hele laptop uit zijn tas. We gaan nu een foto maken met z'n allen. Klikken maar. Rennen. Kom. Ja, goed foto. Oh mijn god. Dikke BMW. Dat is echt een hele dikke BMW. Dit is een BMW i8. Holy shit, daar wil ik echt zo... Ik heb helemaal niks met BMW. Maar die BMW... Wauw, daar wil ik echt zo graag een keertje in rijden. Ik weet niet, iets trekt me aan tot die auto, ik weet niet wat het is. Dat is een beetje high-tech. Ja, hij is echt sick. Ik ga er eens even rechts van rijden. Kijk dan. Wat een beest, jongen, dat. Ik weet niet, het design of zo, ik weet niet. Echt een heel ziek ding. Echt heel ziek. Nou, dat kan hij niet, hij is elektrisch. Woem, en hij kijkt zo van, ja. Ja, nee, dat lukt me niet. Wauw. Ze nemen dus de veiling zo serieus dat ze denken dat ze zoveel kopen dat ze met bussen komen. Normaal gesproken staan hier allemaal auto's, maar nu staan er bussen. Maar er zal vast niet iemand hierheen gekomen zijn met een bus met het idee van ik ga 10 karren kopen, dus ik kom maar met een bus. We hebben voor de zekerheid de stoelen al naar voren gelegd, helemaal plat. En laten we hopen dat het niet voor niets is geweest. Ook al is het natuurlijk niet zoveel moeite. Maar we zijn hier wel om wat te kopen. Let's go! Maar wacht, wat doen wij hier? Want wij mogen toch niks zeggen. Oh, mag ik jouw camera heel even? Gooi even een flippy. Deze ook nog even. En die lens. En de bril. En weet je waarom je zo vaak flippies? Je wil gewoon een keer dat hij op zijn bek gaat, dan heb je het op video. Nee. Ik ging net op mijn bek. Nee, dat niet. Maar zoals die ene kerel, die ene held met die laptop, yeah. Die kwam naar Boras toe. Die zei geen eens, hey Boras. Die zei, hey flik vlakkige dude. Flip-flap dude. Dus ja, dit is de reden. Hij gooit altijd flippies. Oh. Oké, ik heb hem zojuist ingeschreven. We hebben beat nummer 256. Oh, wat een mooi nummer. Ja, ik vind het echt een mooi nummer. Wat dan? Nou gewoon, kijk dan, hoe mooi. Nee, ik vind het gewoon wel mooi. Ik vind het een lekker nummer. Bro, je weet dat als je dit bij elkaar optelt dat het 13 is? Ja, daarom. Ongelukkig getal. Even dat je het weet. Daarom vind ik het lekker nummer. Dus ik ben benieuwd of het geluk gaat brengen. Sowieso. We gaan nu even beneden kijken. Daar heb je alle dingen waar je op kan bieden. En dan alles wat we biedwaardig vinden, dat schrijven we op. Dus laten we even kijken. Wat hoor je? Oh mijn god. Ja? Oh mijn god. Weet je wat hij zegt? Dat ik deze car moet kopen. Er wordt me ingefluisterd, je moet deze car kopen. Welk nummer is het? Hier. 7008. Maar gast, hier zit gewoon losse kleding in. Ja, je hebt gewoon echt allemaal random dingen door elkaar. Ik denk dat jij, en ook voor de mensen die dit nog nooit hebben gezien, zo'n vlog, als deze op een veiling, ik denk dat jullie echt allemaal zullen denken van, wat gebeurt er allemaal? Omdat je vindt zulke random dingen. Je zit eigenlijk gewoon door mensen hun spullen te zoeken. Omdat ja, het zijn allemaal verloren koffers en spullen, gevonden voorwerpen. Maar jij zit ook echt gewoon serieus te kijken. Ik snap echt niet waar ik naar moet kijken. Ik zeg gewoon heel veel tassen. Je inspecteert gewoon zo'n hele car. En je kijkt of je misschien iets vindt waarvan je denkt, ah, dat heeft waarde. En ja, gewoon merkjes of zo. Stel voor je komt iets tegen. Je ziet bijvoorbeeld iets in zo'n car zitten. Je weet, ah, dat kan ik verkopen voor €300. Dan weet je gewoon in ieder geval dat je dat hebt. Ja. Hier denk je, oh, het heeft een slot, dus dat is goed. Maar hier zie je. Ja, dat denkt Bas, maar we gaan niet op Bas' gevoel. Hij is gewoon uit. Het is allemaal leeg, joh. Misschien als je heel veel camera's hebt, is het best handig. Je hebt veel camera's, toch? Veel lenzen. Nou, dit is een kar voor jou, jongen. Een kinderzitje. Toekomst spannen? Er zit een kinderzitje in. Ik zit nog niet even aan kinderen te denken, dus voor die reden laat ik de kar al gaan. Daar zijn er nog twee met kinderzitjes. Dus, oh, ja. Veel kinderzitjes vandaag. Maar wat? Ik ga deze kopen. Ik hoop dat ze dan het kinderzitje hebben laten staan, maar niet het kind. Er ligt ook zo'n kind in. Er zit dus in één keer zo'n kind in. En zo, dat werkt niet met het kleed. Ja, maar hij moet even.
Kijk dit tasje. Oh. Ja, die gaan we kopen. Daar zitten stacks in, jongens. Hier, Ray-Ban. Ik denk niet dat die echt is als hij zo in een zakje zit. Nou ja, iemand kan hem kwijtraken en laten liggen. Ja, weet je niet. Dat is moeilijk. Kijk, hier zit er zoveel cameratasje in. Als er gewoon één camera in zit... Ja, maar kijk, alles is al opengemaakt, hè. Ja. Maar eigenlijk mag je niks openmaken. Maar iedereen die pakt dan zo'n ding en die pakt dan zo'n ritje en die rit zit gewoon open. En die gaat dan even kijken wat erin zit. Nou, eigenlijk niet. Dat doet niemand. Dat is de enige die dat doet. Helemaal niet. Kijk wat erin zit. Een beeldscherm. Ja, lekker een beeldscherm. Ja, een beeldscherm. Dat is gewoon een beeldscherm. Wie vergeet er een beeldscherm bij Schiphol? Wie neemt überhaupt een beeldscherm mee? Nee, maar niet alles is van Schiphol. Nee? Bijna alles, maar niet alles. Gucci. Ben Denna. Hoe groot de kans is hier van AliExpress? Oh shit. Gasten. Er zit serieus gewoon een creditcard in. Hij is van Dante. Kijk, Dante staat er. Dante Santavenia. Dante is een vriend bij jou. Ja, een vriend van me zijn creditcard zit hierin. Een Gucci ding? Creditcard. Maar waarom laten ze dat erin zitten? Ja, die zijn geblokkeerd denk ik hoor. Een zorgpas. Jeetje, alles zit hier nog in. Dit mag je niet doen. Nou, eigenlijk mag je dit niet doen, nee. Maar... We zitten toch achter beschermd hier. Ik ben hier ondertussen al zo vaak 10 minuten, bro. Je moet wel even tempo maken. Ja, ik kijk nog even naar deze. Ja, deze moeten we hebben. Ga nog geld Ik heb nog een portemonnee gevonden. Ik zit gewoon geld in. En kermismuntjes. En kermismuntjes, ja. Weet wat ik koop. Je wilt weten wat ik koop. Echt, dat is het domste wat je kan zeggen op zo'n veiling. Ja. Dit is karma. Nee, ja, dit is geen goede karma. Nee, dit is geen goede karma. Dit is een ongelukskar. Ja man, echt karma. Hey, zodra ik allemaal oortjes zie en zo, dan ben ik al klaar. Ja. Ja, dit is Bas de lieveling. Ik ben er dus wel achter gekomen dat je niet een car moet kopen omdat er iets in zit waarvan je denkt dat wil ik hebben. Dat werkt niet. Zo. Dat zijn veel mensen. Wat is Hallo. Dit Jeetje. Lijkt wel de hele kriel van Harry Potter. Bas die denkt dat dit veel gaat opleveren. 7017. Ik denk van niet, maar ja. Bas, je hebt toch zelf ook geld bij je? Ja. Kan je hierop bieden? Dat is jouw kar. Ja, weet ik. Okay. Heb je hem opgeschreven? Ja. Waarom lach je nou eens? Kijk, er staat hier. 7017. Bas. Jij wil er niks mee te maken hebben. Ik wil er niks mee te maken hebben. Nee. Jij kijkt zo grondig, man. Ja, tuurlijk. Kijk, wie is er? Wat dus... heb je gevonden? Er zit zo. Oh, we hadden het er net nog over. Ja? Ja, we hadden het toch over kinderen die erin zouden zitten. Dit hoort bij zo'n kindershitje. Ja. Volgens mij zit hier een echte Gucci-schoen in. Deze. Maar hij is wel een beetje oud. Hij is wel een beetje zo, hij is echt van kleur, man. Ja, ik weet het niet. Ik heb helemaal geen verstand van Gucci. Nee, ik ook niet. Hé, hey, je moet echt opschieten. We zijn de laatste in deze hele zaal. We zijn nog niet halverwege. Ja, maar dat ben ik altijd. Ik ben altijd de laatste. Ik weet ook niet wat goed is. Met veel tassen of gewoon veel losse spullen? Ja, waar ik op het begin altijd aan zat te denken is... Wat is het leukste voor jullie kijkers? Ja, gewoon heel veel koffers. Ja, want dat is elke keer weer spannend. Ja, dat is elke keer weer gewoon openritsen. En dan, wat zit erin, weet je wel? Dit is van Sony. Dat is een grote tas. Maar dit is een hele grote cameratas waarschijnlijk. Ik weet niet of er wat in zit. Ik denk een camera van 20.000 euro. Dit lijkt me echt een car van Nick. Hier ligt gewoon alleen maar kleding in. Ja, hier zie ik bijna alleen maar kleding. Want daar heb ik niet zoveel zin in. Oh, hier, een doos. Wow, gewoon cadeautje hier, ja. Het is ook gewoon nog ingepakt. Kijk dan. Wat is het? Ja, het is wel breekbaar. Ja. En een wandelstok. Pas wel mooi bij de rolstoel die ik thuis heb. De vorige keer had ik een rolstoel gekocht hier. Echt? Ja. En zo zijn we begonnen. Ja, we moeten gaan. Zijn we weer te laat, hè? Oeh, deze is ook wel leuk. Zo, die zit goed vol. Deze zit heel goed vol met heel veel koffers. Dat is wel leuk, ouwe. Dit is wel leuk voor de video, denk ik. Ja. Deze kopen we voor de video. Oké, mensen. Ik denk dat ik goed genoeg en grondig genoeg heb gekeken. Je weet het natuurlijk maar nooit, want bijna alles zit dicht. Of eigenlijk alles zit dicht en je komt er amper bij. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Ik heb in ieder geval... heel veel opgeschreven zoals jullie zien. Echt heel veel. Sommige heb ik misschien staan. Sommige heb ik Bas staan. En die andere die wil ik eigenlijk het liefst gaan kopen.
Maar ja, soms gaan ze voor veel te veel weg, vind ik. Dus we gaan even kijken. Dat is de eerste jongen. 500, 400 en beginnen. Waar is die? 650 op bij de tafel. 650. Meer beter dan 650. Gaat jou. 2, 5, 6. Yes. Oeh. Dat gaat hard zo. We zijn vier kangen erin. Je hebt er al twee. 280. 256. 2, 5, 6. Beter. Gaat. Heb je hem nou weer? Ja. Je weet dat je auto niet zo groot is. Ik moest me naar bus komen. Is jouw kar, hè? Ja, is mijn kar. En zo is aan het bieden, dus hij gaat niet betalen. Ik ga niet betalen, hoor. 650 is 250, hè? 700. Gewoon door. 700. Niet meer beter dan 700. Gaat hij op voor 700. Kijk, 256. Gast. Je gaat niet betalen, hoor. Heb je hem nou weer, of niet? Wat u met je premie, exclusief de kar, 300 erin. Hoeveel heb je er nu al? 360, 380, 400, 320, 40. Ik moet ook nog achter in de auto, hè? 1,99, 64. 120, 140 heb ik al. Nee, er is nog wel één mooie fiets, die komt zo meteen nog. 200 bij 250. Als ik niet meer erbij pas, dan doe je maar. Bas, die zei al, Enzo, je hebt 5 karren gekocht. Dus je moet ook een fiets kopen, want één iemand moet met de fiets naar huis. We hebben geen slek meer. Maar hoe lang zou het fiets zijn? Maar een uurtje of drie, denk ik? Dat is prima te doen. Neem ik ook wel zo'n kar erachter op mee. Ik koop wel een wielrenfiets, ja. Dat is sneller. Wil je even vertellen wat er net is gebeurd? Ja, ik weet ook niet. Ik zie een klein beetje dat je spijt hebt. Ja. Ik heb veel te lekker gegeten, joh. Ik heb mijn maagje veel te goed gevuld voordat we heen gingen. Ik heb gewoon 5 karren gekocht. Dat is echt, we moeten gewoon fietsen naar huis. De eerste keer dat ik kwam, had ik 2 karren. De tweede keer dat ik kwam, had ik 2 karren. En nu heb ik 5. Dus gewoon meer dan de eerste 2 keer bij elkaar. Maar goed, laten we even, nou, laten we even de mooiste ophalen. En ja, laten we hem in de auto doen. Zoals jullie kunnen zien, dit is 7008. En zoals jullie hier kunnen zien, staat daar Michael Kors. Kijk, dat vinden we leuke merkjes. En dan hebben we hier nog een tasje. Ja, weet je, we gaan het straks allemaal bekijken. Maar dit is de duurste car die ik heb gekocht. Hey, cars. Dit is de duurste car die ik heb gekocht. En deze car, die heb ik gekocht voor 800 euro. Ja, dat is de duurste car. Beter gaat het wat opleveren. Kijk, daar komt Bas met de auto. Als het goed is, kunnen er 2 karren in mijn auto. Zo. Nou, daar gaan we. Ja, ik heb er zin in, man. Ja, gefeliciteerd. Ik heb ook eentje gekocht, dat weet je nog niet. Met jouw geld. Nee, dat weet ik niet, nee. Want er stond Bas op papiertje en ik zag jou bieden. Ik zei Bo al, gaat hij nou op jouw kar bieden? En ik zei ja, maar ik ga hem niet betalen. Oh, shit. Hij kijkt ook al blij, hè? Oh, ja. Oké, we hebben de kar al teruggediend. Oh. Cute. Dus. Oh. Hoppa. Oh, een mooi tasje. Ja, dat is een zakelijke tas. Ja, dat staat je wel goed. Hoppa. Kijk, mooie sporttas. Ja, dit is een goeie, hoor. Ja, ik hoop het. Kijk dan. Oh. Wow, sikke bril. Betekent niet veel goed. Nee. Jongens! Ik hoop echt dat dit goed gaat uitpakken. Oh my god. Zit je lekker? Boas, die kan maar net in dat hoekje zitten. Zit je lekker daar? Ja. Kijk er dan. Ik kan ook gewoon niet anders zitten. Wat wij sowieso even eruit hebben gevist. Een portemonnee. Oh ja, die gooide ik naar jou, hè. Doekoes. Hier, leg hem handen, leg hem handen. Je zegt ook echt doekoes. Ja. Oh, 5 centjes voor life. Huh? Wat is dit dan? Dit komt uit 200 jaar geleden, joh. Dat is een gulden. Ja, nee, huh? Oh, Elisabeth. Dit is van Londen. De 10 pence. 10 pence.
10 pence? 10 pounds, gek. 10 pence. Hoe voel je hem deze? 5 pence. 10 pence. Hey Milo, moet je nog pens? Hey, maar dikke pens? Oké, okay, ja, dat was het. Okay. Jeetje, lijp hoor. Ja, echt leuk. Nou, doe maar erin. Ja? Wat zit hier nog dan? Daar zit nog wat. Hier. Bonnetjes. Bonnetjes. Oké, okay, we gaan snel naar huis en dan gaan we het allemaal uitzoeken. Ik ben zo benieuwd. Ow. Ik ben echt... wat heerlijk dit zeg. 5 karren, jongen. Je hebt het goed gedaan, man. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Maar jij was ook gewoon niet te stoppen. Na een tijdje zat je gewoon dit te doen. Je zat gewoon te zwaaien met Ik zat er lekker in, joh. Ik denk, je. 100.000, oh nee, kut. Nee, het moet nu nog goed uitpakken. Ja. Dus laten we het hopen. We zijn zojuist aangekomen in mijn parkeergarage. En hier gaan wij alles wat in de auto zit eruit halen. En hopen op het goede nieuws. En dat is jackpot. Hij zit ook echt zo vol. Hè. Dit is niet te geloven. Het is echt alsof ik gewoon een vuilnisbelt achterin heb gegooid. Laten we hopen dat het meer waarde heeft dan op een vuilnisbelt. Ja, okay. We hebben hier vuilniszakken gekocht. We hebben handschoentjes gekocht. Dat is wel echt heel erg belangrijk. Want je wil niet weten wat voor gore dingen je tegenkomt. Letterlijk heel goor. Ik heb hier wat van die opvouwbare... Klapkratten. Klapkratten inderdaad. Hoppakee. Daar doen we de waardevolle spullen in. We hebben de handschoentjes aan. We gaan beginnen. Deze tas ziet er echt heel erg mooi en netjes uit. Oh geest, zal ik het vasthouden? Alles rolt er ondertussen uit. Dat is echt niet te geloven hoor. Dit zijn voor de duidelijkheid 2 karren bij elkaar. Ik heb een kar van 800 euro gekocht. Dat is de duurste. Dat had ik al verteld. Dat is, die zit hierin. En ik heb de goedkoopste kar ook mee. Want die was niet helemaal tot het topje gevuld. Die was 500 euro. Dus bij elkaar... heb ik hier 1300 euro voor betaald. Daar komt nog een beetje veilingskosten bij. Dus in totaal heb ik ongeveer zoiets van 1600 euro hiervoor betaald. Dat is flink wat geld, dus laten we hopen. Nee, we moeten gewoon iets goed vinden. Ja, ik hoop eigenlijk wel. Dus dan hebben we de allereerste tas, dames en heren. En wat belangrijk is, is om altijd alle vakjes open te maken. Dat vies verband. Gast. Weet je wat we kunnen doen? Als we nou meteen een vuilniszak pakken, dan geef ik die spullen aan jou. Dan doe jij ze in de vuilniszak. En dan op die manier werken we samen. Het is ook ideaal dat Boas erbij is. Sowieso shout-out naar Boas voor het filmen. Dat is echt zo... Oh, kijk! Hey! Is het een kabel gewoon? Een kabel in de tas? Oh, dit is zo'n tas waar je telefoon aan op kan laden. Weet je wel, er zit zo'n powerbank erin. Dit is gewoon een powerbank? Ja, hier, kijk. Ah, dat hebben we nooit gezien. Echt een nice tas. Deze tas kunnen we sowieso verkopen. Die ziet ook nog heel netjes uit. Oeh, ketting. Oelala. Duootje hoor. En passend armbandje. Ja. Ik heb er zoveel zin in. Oeh. Ah. Waar is de laptop? Ja. Nou, gooi er maar in. Of nee, toch niet. Oeh, zijn het echte Jordans? Jij hebt op basketbal gezeten. Ja, het zijn Jordans. Air Jordan. Ja. Ga je eens ruiken? Nee, ik ruik het al. Ruik maar. Nee, ik denk dat niet deze heel veel waard zijn. Nee? Nee. Kijk, we zijn allemaal verkleurd al. We hebben een portefeuille. Portefeuille. Hoe heet dat? Portemonnee. Portemonnee. Bedankt, Boas. Zit er alleen helaas niks meer in? Nee. Kijk, bankpasjes hoop ik sowieso niet te vinden, want daar gaan we niks mee doen. Wat ik doe, ik bewaar ze voor als ik binnen ben en dan versnipper ik ze in zo'n automaat, zodat ze echt niet meer gebruikt kunnen worden. Maar nee, hier zit helemaal niks in. Ja, altijd even in de zakken kijken van de broekies. Misschien zit daar een brief van 50 in. Nou, zo, dit is wel even een echte Armani hoor. Zo. Zou je denken? Wel een beetje oud. Oh, let's go. Komt ie, hè? Oh, nee. Nee. Meen je dit? Gast. Oh. Nee, ik dacht een vibrator. Jullie zijn zo serieus. Zo, een stekkerblok. Hey, het is wel Amerikaans stekkerblok. Klopt. Oh, nee, ja, wel. Wat hebben we daaraan? Heb niks. Want we wonen in Nederland. We hebben de eerste tas gehad. Op zich niet zo heel veel gevonden. Maar dat gaat goed komen, dat weet ik zeker.
We hebben nog genoeg. Ja. Kies me wat moois uit, Bas. Ik wist het ook gewoon. Het is een nieuwe trolley. De kans is te verstaan, hè? Nou, hij wil gewoon de trolley zelf hebben, eigenlijk. Laten we zoeken een rugtas in één. Oh! Wow. Zo, een goede kleurplaat dan, hoor. Oh, wat de... Wat is dat? Wat is dit dan? Oh, dat ken ik. Ken je dat? Oh. En er zit er nog één in. En weet je wat daaronder zit? Oh, nog één! Nog één? En wat zit daaronder? Niks. Nou, dat kan echt wel zoiets van 12 keer doorgaan. Ja, dit is typisch Russisch. Iets van Barba Papa lijkt heel erg op. Dit is Russisch. Oh, nog eentje. Oh, nog één. Oh god, wat is dat? Servetjes, dat vind ik al... Hé, hier zit een balletje in. Je hebt niet zo'n goede tas uitgekozen. Echt wel. Vet stift. Oh, er komt een geur uit, jongens. Oh ja, inderdaad. Nu ruik ik het ook. Heel vies. Tasje is wel leuk. Ik heb wat problemen met de verbinding. Later nog een keer. Mijn telefoon begint opeens te praten. Is dit een merktas of is dit voor tas? Oh, zo'n nekkussen. Ja, die vind je best wel veel, zo'n nekkussen. Oeh. Wat is dit? Oh. Ja. Dit jongens, we hoeven niet bij alles. Oh. Ja, maar deze is sexy. Geven, okay? Alleen als het echt iets heel sexy is, moet je zeggen. Oh. Maak je outfit wel af dan. Zo, wat zullen we nou krijgen? Wat zullen we nou krijgen? Gewoon verdomme een bril gevonden. Ja, is vet op sterkte zeker nog niet. Ik zie serieus geen shit. Ik zie helemaal water. Je ziet er ook echt niet goed uit door die bril heen. Ik was helemaal in de war. Die bril brengt me een beetje in de war. Deze ziet er leuk uit. Oh, gast. Victoria's Secret. Oeh, zo. Dit is een dure. Oei, oei, oei. En laat het ons vooral weten, mensen, in de reacties als jullie iets tegenkomen wat waarde heeft. Oeh, jeetje. Oeh. Make-up kan heel erg duur zijn. Fancy, hoor. Oh, nou, gewoon opnieuw een verpakking. Oh, bro, kijk wat we hier hebben. Wat? Denk je dat dit echt is? Ja, ik weet niet, dat is het moeilijke aan goud. En het moet zwaar zijn. Het ziet er serieus wel heel goed uit, vind ik. Het zat in een dure tas, dus... Ja, dat wel. Hier zit nog veel meer in. Kijk dan, joh. Zwaar dit wel. Ja? Als het echt zwaar is, dan kan het nog wel wat zijn. Maar er moet ook wat in staan, volgens mij. Zoveel karaats of zo. Ik vind dit er wel goed uitzien, hoor. Door, dit is wel echt heel zwaar, inderdaad, hoor. Dit zijn wel leuke sieraden, hoor. Hier ook nog eentje. Ja, dit kan wel echt goud zijn, trouwens, hoor, deze. Goud is heel slap, hè. Dat kan je heel makkelijk gebruiken. Jeetje, allemaal ringen, hé. Zo. Yo, dit heb ik nog niet eerder gevonden, zoveel sieraden. Wow, dit is wel een echte mooie ring, inderdaad. Kijk dan ook. Shine bright like diamond. Je hebt ook gaatjes nog. Oh, nee, heb je niet. Dat was een parel. Ja. Kijk, nog meer ringen. Oh. Ja, die had gewoon een complete ringenset, joh. Die had om elke vinger een ring. Ja. Kijk dan hoeveel, joh. Wat? Ja, hiermee moeten we gewoon naar een juwelier gaan. Ja. Mijn broer die heeft dat ook gedaan, die had ook allemaal goud gevonden. Zo, wow, dit is ook wel vet, maar deze is wel nep, denk ik. Nou, hoeft niet, hè, als dat echte kristallen zijn. Maar mijn broer die had ook iets gevonden van uit zo'n toilettasje. Want vrouwen die bewaren nog wel sieraden in een toilettas, zoals je dus merkt. En Milan die was daarmee naar iets van 3 verschillende juwelieren gegaan. En ook naar zo'n goudwinkel. En die heeft serieus echt heel veel geld daarvoor gekregen. Ja? Ja, ja, nice. Zeker. Nou, laten we dit ook gewoon even checken. Ja, dus dit leggen we zeker weten. Het zijn ook echt 2 handen vol. Ja, ik ja, joh, voor de rest zit hier nog wat... Ja, het zit in een Primark tasje. Ah. Maar ja, dit tasje zat wel weer in een Victoria's Secret. Dan is dit allemaal... Ja, juist. Dus ja, we kunnen beter voor de zekerheid, juist, weet je. Als we erheen gaan, het is heel veel waard. Dus dat het waardevolle spullentasje. Ja, inderdaad, dat is een goeie. Hey, dat is een goeie. Kijk, dit zijn best wel mooie schoentjes. Puma! Ze zijn heel nieuw ook, kijk dan. Ik vind het heel vet ook, met die strik. Leuk wat. Jeetje, deze is echt nieuw. Maat 38. Hé, hey, ik heb maar 38. Kijk nou, joh. Echt? Nee, wow. 40. Hé, hey, die heb ik ook. Hier, gloednieuw ook. Oh, nice. Mooie. Joh. Nog meer. Oh, wat zijn dat? Gewoon echte All-Stars. Helemaal nieuw ook, joh. Ja, joh. Gekkie. Gekkie.
Je geeft mij alles, maar... Wat is dit? Ik geef ook alles door. Dat zijn mooie teenslippers. Ja, dit zijn teenslippers. Dat weet ik niet hoor. Zijn geen maar ze zijn allemaal zo goed als nieuw. Ja joh. Jeetje, dik slot ook. Dik slot. Huh, David Lloyd staat erop. Sloten dus... kunnen ook best duur zijn, hè? Ja. Ja? Oh, hier, kijk. Een clubpas. Echt? Ja, er staat niks op. Hm. Oh! Zit zelfs gewoon allemaal geld in het voorzakje. Wow, lekker. Kijk, ik denk een euro bij elkaar. Hé, hey, het is toch weer een euro. Ja, 1,20 euro. In het waardevolle tasje. Ja. Oké. Okay. Ja, nice. Dit maar die tas zelf zou ook nog wel wat waard kunnen zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Dat is echt dus wel, ja. Die bewaren we gewoon. En zo zie je maar weer, mensen. In eerste instantie dacht ik, dat tasje, dat is gewoon een tas van een kind. Daar zit voor de rest niks in. Maar toch best wel een leuke vak. En zo mag ik één ding kiezen. Hm? Ja? Want dat tasje die de hele tijd op mijn hoofd viel als jij een bocht maakte, oh, ja. Die wil ik echt uit hebben nu. Die halen we eruit. Elke keer als ik een bocht maakte, kwam deze tegen Boas aan. Wat kreeg je tegen je hoofd aan? Een autootje? Ik heb zo'n vermoeden dat er helemaal niks in gaat zitten. Ja, ik ben ook bang van niet. Nog een autootje? Sommige auto's kunnen echt wel wat aardig zijn. Wat is dit, joh? Oh, dit is zo'n puzzel. Memory, ja. Hey, dat is van buurman en buurman. Ik vind dat zo leuk, buurman en buurman. Jeetje, hier nog een autootje. Volgens mij is dit best wel een oude hoor, 1975. Nog meer autootjes. Kijk dan een Ferrari, gek. Boah, mooie autootjes. Zit er een trekker bij? Hier nog een autootje. Nog één. Auto's voor deze. Ja. Wat is dit, joh? Boot, is een hoefkraft. Hoefkraft. Jeetje, hoefkraft. 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 Oh, dit is geen zak. Lekker. Ja, daar een briefje van mij. Een kind van 4 met een paar honderd euro in zijn zak. Nooit. Misschien was het dan een hele jonge ondernemer. En als laatste nog een autootje. Zonder dak. Ja. Nou, het is best een verzameling autootjes uiteindelijk. Wat is dit? Gast, wat? Opgedroogd strol. Denk opgedroogd fruit. Nou, deze hadden we beter daar kunnen laten liggen. Was hier op mijn kop gevallen. Hoezo? En... Kijk dan wat een leuke verzameling. Ja. Ik vind het vet. Zeg ik u tegen? Voor een kind van 6. Ja toch? In de belangrijke spullenbak. Hey. Wow. Kijk eens even. We hebben een Lacoste polootje. Oh, 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 oh yeah. Oh yeah. Ja? Oh yeah. Oh yeah. Wie is er aan de lijn? Oh, oh telefoon. Spreek ik met 200 euro? Spreek ik met 300 euro? Of is het 400 euro? Verkocht! Ik heb een dikke Motorola, gek. Meer! Een gast, dikke nice. Motorola. Ja, lekker bro. Ik vind het heel hoog. Kan die aan? Het zit gewoon bij een vieze onderbroek. Ja, je moet die pareltjes tussen de falen ondergoed uitscheppen. Holy shit. Gewoon een mooie telefoon. Hij is echt super mooi. Sowieso 100 euro. Jij bent heel ja, 100 euro, 200 euro, misschien wel 300 euro. Vet hoor. Ja, dit is een mooie vangst. Ja, ik zeg de hele tijd vangst, maar het is vondst. Maar nee, we hebben hem toch gevangen. Oh, over vondst, dan doe me een beetje denken aan vondst. Vondst, vonk. Freek vonk. Freek vonk, ja. Freek vonk, hou eens vast. Wat ga je zoeken? Is dit Freek vonk? Nee. Nee? Nee. Is het Freek Vonk? Nee. Freek Vonk! Oh, Freek Vonk in de building! Afrika! Dit is mooi, hè? Die is echt wel vet, hè? Ja, deze is vet. Oh! Goeie bescherming. Wat zit hierin dan? Dit is zwaar, joh. Oh mijn god. Oh mijn god! Holy shit! Kijk, 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 kijk! Let op, let op, let op! Hoppa, gloednieuw, gloednieuw. Zit hij erin? Van $144 naar $125. Oh. Gloednieuw, nog niet opengemaakt. Zo. Hij is gesield alles. Ja, hij is er allemaal dicht. Ja, hij is gesield. Nice. Hoppakee, Freek Vonk, let's go. Ja, dit is nice, gek. Dit is nice. Oeh. Oh. Oh my god. Oh my god, dit ziet er wel echt uit. It's a Gucci schoen. Echt? Ja, dit is Gucci, kijk dan. Meen je? Gucci, Gucci. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Wel dikke poten heeft die kerel hoor. Ja jongen, dan moet jij zingen met je maat 45.
Misschien pas je zwaan, dan kan je met Gucci lopen. Met Gucci. Bas en Gucci hoor. Let's go, Bas. Gelijk aantrekken. Ik Gucci op mijn poot, heb gek. Krijg je een lekkere teenschimmel. Er staat Made in Italy, ik denk dat ze echt zijn. Oh, ze past perfect! Ah. Gucci Martini! Yeah! Oh. Dat ding brutaal, wow! Schrikpomp! Mooi ook, hè. Ja, nee, deze brengt geluk, die hou ik op. Zo, maar ze zitten perfect, hè. Die andere is goed. Maar het is niet mijn smaak. Nou, dan is het nu wel je smaak. Ja, daar zijn ze te duur voor. Wow. Ik kijk naar die kleuren. Dit is net van wat je met Bona hebt, die kleuren. Die bowlingschoenen. Ondertussen ga ik gewoon lekker verder met overmaken. Oh my god, wie heb ik aan de lijn? Wie heb ik aan de lijn, mensen? Nee, wie heb ik aan de lijn? Hou op! Is dit 20 euro? 50 euro? 100 euro? Wie heb ik aan de lijn? Wie heb ik aan de lijn? Wat is het? Het is 4 euro, denk ik. Mooi, hè? Wat klein smartphone is dit? Jeetje, dit is een hele oude. Maar maakt niet uit. Oude gouden. Misschien is hij zo oud dat hij weer wat waard is geworden. Ja, altijd staan leuke dingen op. Dat kan ook. Zoals? Foto's. Jij wil gewoon even in andermans foto's even kijken. Altijd leuk. Nou, hier. Wat zit er allemaal in? Wie heb ik aan de lijn? Oh my god. Wie heb ik aan de lijn? Oh my god. 5 euro? 10 euro? Ja, 10 euro. Hoeveel telefoons zitten erin? Zo! Het is een hoesje. Hoezo zo? Het is een hoesje. Je moet niet op alles zo zeggen. Of zo, we kijken gek. We kijken zo. We hebben gewoon een haas gevonden. We hebben gewoon een haas gevonden. Zo, we hebben 10 hazen gevonden. Oh, maar dit is zo'n sleutel. Wow! Oh, laten we het elk huis proberen dan. Dit is echt sick hoor. Waar komt het vandaan joh? Niet normaal joh. Dit zijn geen Nederlandse... Nee joh, ik denk Amerika, Italië, ja, Bosnië, Slovenië. We hebben huizen in elk land. Ik bel wel even, ja? Ja. Waar komt het vandaan? Beetje zelfbellend. Sick hoor. Wat moet ik hiermee? Wil je me halen? Bro, oh my god. Yo, ik heb een iPad. Wat is dit? Pot. iPod. Ik heb een iPod. God, iPad. Ik ga helemaal kapot om deze iPod. Je ziet een beetje bleek, Bas. Probeer eens iets. Is dat gewoon neus? Jullie doen ook meteen een crème op. Ja, is goed. En stop deze in je neus. Zeg, Yes, we hebben een USB-stick. Jij wilt toch foto's kijken? Oh my god, ja, dat is zo leuk. Nou, ga maar kijken, Bas. Hier, zagen jullie dat? Ik stoot hem hoofd, hè? Zo. En toen, die helm. Je moet helpen, want het brengt geluk. Kijk, ja, help je. Oeh, zo goed ingepakt. Schilderij. Een verloren stuk van Van Gogh. Nee, het is een bord volgens mij. Hebben ze vies... Oh, spiegel! Nee, maar niet zomaar een spiegel. How beautiful you are. You're charming. You're looking gorgeous. Gorgeous. It's fantastic. Oh my god. Dit is best leuk. Ja. Voor iemand anders, niet voor mij. Zo, dit is wel confronterend, hè? Mag ik eens kijken? Zijn we er goed dan? Ja. Hey, zie ik, loop ik er de hele tijd zo bij, hoor? Nee. Dikke maat ook, die kerel. Die moet gewoon, gewoon laten groeien. Maar kijk dan, dit is allemaal... Jeetje. Beautiful. Ik heb het over wat... Ik lees hier voor. Oh, je leest het. Kijk. Hé, hey, er staat een leuke jongen. Pats. Mooi, hè? Okay. Nou, doen we mee. Ja, dit gaan we bewaren natuurlijk. Ja, dat is ook leuk. Zeker, een hele mooie spreuk. Wel een lange spreuk. Hele lange nou, spreuk. Nou, je ziet het nauwelijks. Zie je het amper? Ja, hij focust op jou in plaats van op de... Zie je de tekst niet? Ook niet zo? Nee, ja, hij focust er doorheen, zeg maar. Snap je? Oh ja, maar je ziet wel dat de tekst is. Oh, ik hoor geld. Nee, het is een ketting. Een mooi tasje hoor. Oh, dit is een tasje. Oeh, wat is het? Nosson? Nou. Nosson? Dit is kurk. Ja, dit is ik proef kurk. Ja, smaakt naar leer. Kurk. Dit is leer. Dit is echte. Gadverdamme. Dit is kurk. Kurk. Ja, dit is een echte, denk ik. Ja. Dit is een echte. Dit is echt geen goedkoop. Van Portugal. Ja, die ruikt supergoed. Ja. Normaal gesproken ruiken dit soort tasjes vies die je vindt. En deze ruikt goed, hoor. Ja, deze ruikt heel goed. Oh, dit is een hele goeie. Ja. Maar oh, die ruikt goed. Ja, ruikt echt goed. Die ruikt naar heel veel geld. Ja. Zo ruikt geld dus. Naar goed leer. Ja. Ja. Wil je ook nog even ruiken? Ja. Ja, wil je ook even ruiken? Ja. Even een goede snuf. Even een goede snuf.
Zo. Zo, ik voel me gelijk rijker. Ja, snap ik. Hier kwamen die Gucci-schoenen uit. Ik was nog met deze bezig. Oh. Oh. Nee, niet nog een paar. Zijn dit zijn echte, toch? Ja. Dit zijn toch, hoe heet dat nummer? Dit is mijn maat. Fendi. Nee, niet Fendi. Ik heb Louboutin. Ja, Louboutin. Louboutin. Je kent ook alleen uit het liedje. Ja. Dit is spijt, gek. Je hebt geen idee, bro. Die schoenen zijn volgens mij 700 euro of zo. Geld. Zo, ja. Maar deze vind ik wel mooi. Die passen mij wel, dus. Zo. Jeetje. Jij loopt ook al te skaten, hè? Ja, maar dat ruikt niet naar geld. Ja, maar dit is enthousiasme scheetjes. Ja, dit zijn... Maar bro, dit zijn volgens mij echte Louboutins. Zit die de andere ook bij dan? Louboutins, ja tuurlijk. Ja, nou tuurlijk. Kijk dan. Dikke patten als wel. Hier is zelfs sokken. Hoef je die ook niet meer te kopen. Zit er niks anders in? Sick hoor. Ja, dit is wel heel vet. Dit is echt sick. Gast, dit is echt een goede car. Ja, gewoon Gucci schoenen en Louboutins. Louboutins. Hoe? Ja, sorry, ik weet echt niet hoe je dat uitspreekt. Dan? Dit is de eerste keer dat ik die schoenen in het echt zie. Maar wel vast heb. Ja, weet je waar je ze aan kan herkennen? Alle Louboutins, is mij verteld, hebben een rode zool. Oh, dat weet u zelfs ook. Ja, alle zolen hebben... Rode, gooie schoenen. Ja. Alle schoenen hebben rode zolen van Louboutin. Louboutin, hoe spreek je het uit? Louis Vuitton. Oh, maar dat is Louis Vuitton, maar dit is Louboutin. Louboutin is net weer wat anders. Nou, die heeft ernaast gelegen. Heeft het nog belang bij een paraplu of niet? Nou, hij heeft me een keer sodemieterd met de stok. Kijk eens op. Nee! Voor een keer was het een helm! Goed hè? Goed nee, hè? Lies hè? Ik vind hem heel sexy staan. Ja, hè? Zo, maar nou, wilt u nog een paraplu of niet? Nee, ik heb al een stok van hem ooit gekregen en die ging ter plekke kapot en ik had geen garantie. Ja, maar dit, nee, ik geef geen garantie hoor. En toen zei hij, ik heb nog wat. Ik kwam nu met een helmpje, ik stond voor joker op die vlog. Nou, ik heb het geweten, want ik heb niks van mijn kleinkinderen. Oma, dat doe je toch niet? Vroeger was het altijd zo, oma's aan de top, nu is het oma's in de vlog. Wilt u deze niet? Helemaal, allemaal. Maar wilt u ook echt geen paraplu, want we hebben echt veel paraplu's hoor. Jij wil echt van die paraplu's af, hè? Ja, dat is iets voor jou. Dit? Kijk dan. Dat is voor naast het kastje te liggen. Koetje. Nee, dit gaan we wegbrengen. Ik ga niet weggooien. Oeh, oh, maar dit is wat voor u. Nou, die tijd heb ik gehad. Oh, dat ben wel best hoor. 32F, dat is wel groot. F! 32F. Zo, dan heb je ze bijna op de knieën hangen, joh. Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Oké, die brengt geluk. Volgende, top. Ja, die moet je aanhouden. Wow! Een modellenvliegtuig. Oh, dit kan best wel wat waard zijn. Oh, dat is niet goed. Kijk dan. Swiss Air. Hier, dit kan hier zo opgeklikt worden. Die wil je eens vasthouden? Ja. Dat is best wel gaaf. Nou, het ziet er leuk uit. Ja, het is gewoon nog ingepakt ook, zie je dat? Nee, niet in het ding. Dit kan serieus waard zijn. Dat zet hij bij hemzelf neer. Als ze dan weer binnenkomen, dan jatten ze het weer. U weet dat het laatst is ingebroken, waar? Ja, ik vond het heel vervelend. Ja, daarom zegt ze het. Ja, nee. Maar dit vind ik terecht, hoor, want ik zit een beetje te grappen met haar. Doet ze ook terug, dat is goed. Nee, maar luister. We hebben een cadeautje. Ik heb een cadeautje voor u gekocht. Nee, dat is een kinderboekje. Ik heb een cadeautje voor u gekocht. Mag jij, en als u lekker aan het koken bent, dan heeft u toch een onderzetter nodig. Een troon. Kijk eens even. Een onderzetter. Ja, maar nu is het geld waard, nu krijgt u hem meer. We hebben best wel wat paraplu hoor. Ja, waar gaat er? 1, 2, 3, 4. Jeetje, waar komt dat vandaan? 4, dat zit. We hebben best wel veel puur hoor. 4. Ja, 4. Nou, 5. Je kan niet tellen, hè? Hoeveel heb ik hier dan? Dat zijn er 5 en dat is nummer 6. Ja, dan nog 4. Wow, dit zijn best wel lekkere snoepjes. Oh, gast. Nou, neem er even één dan. Nee. Die gooien we voor de zekerheid maar weg. Is dit een duur tasje? Nee, is goed, Primark. Nee, joh. Ja, Primark. 5 euro. Maar glinst het wel. Dat betekent niet gelijk dat het duur is, Enzo. Nee? Nee. Volgens Enzo wel. Primark.
Oh, die heeft iets met de nek gehad. Kijk dan. Die is geholpen aan de nek. What the fuck? Gewoon een luier om de nek, joh. Kunnen we schattig. Voor deze kunnen we best bewaren. En dan naar zo'n goed doel brengen. Want wij bewaren alle kleding. Alle goede kleding bewaren we. En dat brengen we naar een goed doel toe. En ik denk dat, aangezien ik zoveel knuffels vind, dat het ook wel heel erg leuk is om die te bewaren. Die er nog goed uitzien zoals deze. En dan kunnen we die ook bij een goede plek achterlaten. Ben ik het helemaal met je eens, jongen. Ja, toch? Ja. Oh, ik zie weer huissleutels. Oeh, spannend. Oh, oh. Het zit erin. Oh, oh, oh. Oeh. Ja hoor. Komt-ie. Een portemonnee, daar komen we straks op. Wat is dit? Oh, dit is best wel nice. Dat is vet handig. Dat is inderdaad vet handig. Hier, maar, dat mag je hebben. Ja, maar het is... Het kan je niet. Je wou toch alles elektronica hebben? Maar dit werkt niet in Nederland. Hier, kijk, weer sleutels. Ik ga gewoon sleutels sparen, omdat het leuk is. Wat zit hierin? Oeh, gouden munt. Oh, City of Kyoto, Japan. Dat is best wel cool. Wel handig zo'n doorzichtig iets, dan kan je al een beetje zien wat erin zit. En hier dan? Wat is dit? Tampon. Ja, wat moet ik dan met een tampon? Stop in je neus. Hey, geld. Ja, dat vind ik wel leuk. Zou toch vast ook Japanse geld zijn? Ik wou zeggen Japanse euro's, maar ik hoor niet. Wow, kijk, dat is een munt. Er zit gewoon een gat in. Dat is een lotusmunt. Een? Lotus heet dat volgens mij. Kijk, dit is wel een Europees. 2 cent. 2 cent. Nice, er is weer een beetje geld erbij. Wat moet ik hiermee gaan doen? Ja, daar in de mand. Mand. Ja, die zijn dus in Tokio geweest. Die ook bonnetjes. Pons. Yin hebben ze daar volgens mij. Dus met dat yin of zo. Yin? Ja, van yin-yang. Hé, maar jongens, kijk even hoe weinig er pas uit is en hoe lang we al bezig zijn. Ja, niet normaal hoor. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. We zullen heel veel pauze, ik moet nu wel echt poepen hoor. We zijn er weer bij, ik ben weer helemaal leeg. We kunnen weer. Geen scheetjes meer laten. Dus. Nee. Oh. Ik heb wel eens gehad dat er een Burberry sjaal in zat. Dat is dan nog wel leuk. Maar dit niet. Oh my god. Wie heb ik aan de lijn? Oh my god. Hoeveel is dit? Hoeveel? 200? 250? Volgens mij wel. Ja, volgens mij zegt hij 250. Oh, gewoon Samsung. Nee, dit is geen 250 trouwens. Nee jongen, dit is nog geen 100 euro. Dit is wel goed hoor. Ik heb nog nooit zoveel telefoons gevonden. Veel, hoor. Niet normaal joh. Dit zijn PlayStation oordopjes. Zie je, omdat het er maar eentje aan zit. Oh ja. Maar is dit nu zeg maar wat achterin zat, de goedkope of de dure kar? Ja, dat is dus het zieke. Alles wat hier aan de voorkant lag is van de car van 500 euro. Want die hebben we als laatste erin gedaan. Ja, natuurlijk. Ja, alles van 800 zit er helemaal achter. Alleen die schoenen zijn al meer waard dan die hele car. Klopt. Yes, daar zat niks meer in. Kijk, we hebben weer een knuffel voor een kind. Dat is weer mooi, hè? Iemand weer blij. Oh, we hebben weer een keer een tasje. De BFF-tas. Best friends forever. Oh. Kerel, zullen we die gewoon dicht laten? Ik heb net lopen poep. Hij is gewoon een beetje. Misschien heeft die baby wel zieke shit bij zich. Zieke geld. Ben je een zieke stacks inderdaad? Ja. Echt hè? Gewoon zo'n stapeltje van 50 is opeens. Nee joh, hier zit helemaal niks in joh. Wat is dat? Een setpil. Dat is een setpil of niet? Ja. Yeah. Stop me in de poepert. Paracetamol voor je poepert. Ja, een zetpil. Oh ja, dat heet een zetpil. Oh fuck. Ja, je hoed je maar op. De reekvorm komt er bij. Ja. Zie je, hij is wel ergens goed voor. Wil je er nog verder chucken? Nee joh, dit is... Luiers. Ah, het stinkt echt heel erg. Gooi weg. Dit is een duur merk, maar deze zijn eigenlijk altijd wel leeg. Daarom was ik ook zo verbaasd dat... Die ene JBL-box, dat die gewoon helemaal dicht zat. Ja. Gewoon, like, what? Waarschijnlijk op het vliegveld gekocht. Oh ja, dit! Kijk dan. Oh, dit is heel zwaar, hè? Dit is super zwaar. Dit is echt serieus heel zwaar. Wel een beetje slecht ingepakt. Dat wel, ja. Er staat from the Prior Family. En een schoenendoos. Hey, gewoon gloednieuwe batterijen. Gewoon een hele set. Altijd handig. Gewoon een gloednieuwe zaklamp. Met weer 3 batterijen.
is een mooi sportbroekje, die kan bij de kleren om weg te geven. Mooi sportshirtje. Nice. Het was een cadeautje, zou dit gewoon een stille hint zijn van ga sporten? Ja. The Dangerous Book for Boys. What? Dangerous Book for Boys, gevaarlijke boek voor de jongens. Ja, maar dit is wel vet voor mijn boekenkast, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Serieus, letterlijk alle boeken die in mijn boekenkast staan, die zijn serieus van de veiling. Een pakje kaarten, super chill, dat is serieus altijd chill. We hebben een neppe neus, dat is een puntenslijper en we hebben potloden. Nou, dat was het. Ik had er meer van verwacht. Ik ook. Dit is zilver. Ja? Is dit niet Boeddha te Boeddha? Ja, dit is waarschijnlijk echt zilver. Oké, die kan je allemaal zo uit elkaar. Ja, maar niet ver doen hoor. Wow, deze is vet. Ja, dit is echt zilver. Kijk, dat is zo'n astronaut speld. Ja, dus volgens mij is het echt zilver. Nou, die doen we in een sieradenbakje. Ik snap het niet. Hoe verlies je die dingen? Die heb je toch altijd bij je, die nekdingen? Ja. Want je hebt er niet zoveel om die in je koffer te stoppen. Ja. Wie laat zijn portemonnee op het dak liggen? Ja. Ja, snap je. We hebben een paraplu. Au. Dat is echt handig hoor, die helm. Serieus. Nee. Vind je vies, hè? Ja, vind je vies. Hey, jij zet toch dat sloten duurwaren? Met slot? Oh, dat is wel zeldzaam hoor, met sleutel. Ja, toch? Lachen toch? Kun je fiets mee op slot doen? Met dat slot. Of je auto, kan ook gewoon. Nou, dan weet ik niet wat voor auto jij hebt. Die paarse tas ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik heb een keer er wat te kijken. Ja, ja. De paarse? Nou, dan gaan we de paarse openmaken. Want we hebben nu dit allemaal plastic zakjes en dit is echt een tas. Klopt. Sorry, plastic tas. Paraplu. Nou, dat was je paarse tas. Leuk hè, zat helemaal niks in. Ja. Wauw. Dat is wel leuk hoor. Hij is nog helemaal dicht. Wist je dat dit best wel duur is? Ja, dat weet ik, serieus. Ja. Dit is wel leuk. Ja. Voor jou. Dit vind ik wel een brilletje voor jou. Ja. Hier staat je wel hoor. Ja, hier zit weer wat leuks in hoor. Hier zit weer wat leuks in. Een cool element. Er zit wel wat leuks in. Om je biertjes koud te houden, jongen. Ja, dit is toch het allerleukste. Zo random dit. Gewoon. Waarom doe je dit in een tasje? Nee, maar dat is een soort coolboxje. Zeg maar. Daar kan je precies zo twee blikjes of vier blikjes bij zetten. Ja, klopt. Oh. Hey. Dit heb je thuis ook, hè? Dit heb je thuis ook. Nee, ik ben deze 2 jaar geleden kwijtgeraakt. Hij is van mij. Maar dit is toch geniaal. Dit zijn van die meest random dingen dat je denkt, ja, maar hoe dan? Ja. Oh. Oh ja. Kijk dit. Wat is dat dan? Touw. Oh, touw. Huh? Nou, touw, klosdraad. Maar dit is echt geld waard. Dat is best wel duur inderdaad, ja, denk ik. Want zo'n klein klosje ben je al volgens mij al een paar euro kwijt. Ja. Daar zit, nou, wat zal het zijn, 50 meter? Ik denk dat hier wel 100.000 meter op zit. Ja? Hoeveel? Ja, 100.000 meter? Jongen, meter is zo, hè. Ja, dit is dun draad, hè. Misschien nog wel meer zelfs. Gast, dit is geen 100 kilometer aan draad, hoor. Nee, niet kilometer, meter. Ja, 100.000 meter is 100 kilometer. Ja, nou, dat denk ik wel. Ja? Nee, ik denk 1 kilometer. Nee, joh, veel meer. Veel, hier zit echt heel veel. Nou, we moeten bewaren. Nou jongens, laat in de comments weten hoeveel het is. Kijk wat het is. Breast implants? Nee. Dit is gewoon een afspraak voor breast implants. Oh my god. Dit is gewoon een hele ingevulde lijst voor een borst, borstvergroting. Voor borstimplantaten. Het staat niet bij welke cups ze wil. Dat biedt jou ook alleen maar. Dubbel D! Ja, bijzonder. Ja, dit is heel bijzonder. Ja. In zo'n tasje. Maar ja. Kunnen we er nog naar die afspraak toe of is het al geweest? Nou, als je graag wil, wel was. Ja. Kijk eens even. Weer een flinke tas, joh. Zo. Mooie tas. Hoppakee. En in die tas zit ook weer een tas. Hier is het. Met het labeltje nog aan, hoe duur die is? 20 euro. Ja? $20. Dollar, hè? Nog minder dus. Dat is gewoon helemaal nieuw. Als dit erin zit, is die meestal nog helemaal nieuw. Ja. Wow! Een pak! Holy shit! Pakken zijn best duur. Ja.
dat is het van een merk? Fancy. Oeh, met broek. Een pak met broek. Een Huggar? Een Huggar? Ik ken het niet. Ik ook niet, maar... Maar wel te bewaren. Made in Vietnam. Oh. Dan is het niet zo heel duur. Nee? Nee. Nee. Vaak niet zo veel. Je kan custom een pakje Vietnam voor 100 euro laten maken. Oh, echt? Ja. Moeder gebruik? Bro, nee. Allebei het zelf. Laten we opdoen. Laten we opdoen. Ze zijn gloednieuw. Ja, dat is leuk. Mooi, hè? Ook dat er zo'n foto bij staat, hè? Oh, dit, nee, jongen, dit zijn... Oh, nee, jeetje, dit moet je helemaal weten. Dit moet je er zelf in doen, joh. Jeetje, daar hebben we ook geen tijd voor. Jij hebt niet eens haar om het in te doen. Nee. Zullen we dit met de kleding meegeven anders? Ja, dat is gewoon gloednieuw. Ja, jammer dat je het hebt uitgepakt nu, maar... Ja. Sorry. Nee, joh, dat vinden ze echt wel leuk om daar te doen, hoor. We hebben de eerste hoge hakken te pakken. Oh, diamant. Kelly en Katie. Ken je dat? Ja. Ja. Draag ik elke bijzondere avond. Ja, die heb je sportschoenen van. Kijk, jullie kennen Bas. Weet je wel, het is zo laag, hij ziet er gewoon voor zich. Oh. Maar zondagavond ben ik Basiana. Nee, dat ken ik niet, maar dit is wel even googelen waard. Ja, dit is echt kwaliteit. Ga jij wel lekker googelen. Ja, hoor maar. Ja, dat is kwaliteit. Ja. Oei, oei, oei. We hebben een brillenkoker van Ray-Ban. Ja, ja. Ik hou van Ray-Ban. Kijk eens even. Oh, jeetje. Die is redelijk nieuw, met doekje erbij en al. Hij is denk ik ook wel echt. Ja, zeker. Hey, kijk eens even. Wat zie je? Dit is van de Rituals. Oeh. Dit is gewoon nice, dit is gewoon helemaal nieuw. Van de Rituals. En dat nu iemand cadeau doen en niet weten wat erin zit. Ja, ik weet wat erin zit. Ik heb dit nog gegeven met kerst aan iemand. Ja, super nice, dus ik weet precies wat het is. Chill. Wat is dit voor tasje, joh? Een bowlingbal tas of zo. Oh, kijk. Hier, er zit geen bowlingbal in. No. Er zit gewoon een hond in. Oh, een hond met een Burberry strikje. Kijk dan. Zo. Hij heet Rauf. Rauf. Hij is wel een dure beer, hoor. Ja? Ja, dat denk ik ook wel. Kwaliteitsbeertje. Oeh, hier kijk dan, mooie petjes. Hier, Louboutins. Ik heb geen idee, het ziet er wel duur uit, ja, deze petjes. Fancy. Bas heeft wat in de zak. Wat is het? Een oplader. Die nou, neem ik weer. Hey. Alsjeblieft. Volg dus voor mij. Bro, check dit. Wat? Balenciaga. Holy shit. Balenciaga. Neppo of niet? Nee, ik denk het niet. Zit een bril bij? Hij is ik krijg er altijd bij Balenciaga. Oh, wat een sikke bril, hoor. En volgens mij is het een echte, of niet? Gast, hij lijkt wel echt. Made in Italy? Vies. Ja, hij is vies. Ja. Hij is een beetje gedragen. Maar kan gewoon, je was het wel? Gewoon in de was. Ja. Maar bro, check deze bril, even serieus. Ja, die is wel fancy. Ja! Hard hoor. Hij is wel hard, hè? Snelle planga. Ik zie alleen weer geen shit. Maar deze is wel echt vet, hoor. Ja. Die is wel echt sick. Ja, die kan denk ik echt nog wel 50 euro waard zijn of zo. Ja, bijvoorbeeld. Misschien nog wel meer. Nou, jij hebt geen idee wat het is, of wel? Balenciaga, als je wel. Ja. Veel te duur spul. Nou, dikke zak. We hebben hier een plastic tas en ik heb hier best wel een goed gevoel over. Ik zie echt alleen maar rotzooi zitten eigenlijk. Ja, nee, dit is wel leuk. In eerste instantie zie je wel wat rotzooi, wat mutsjes. Dit is een mooie muts voor jou. Hé, hey, dit is een comforter. Heb je die ook nog nodig? Oh, die heb ik wel nodig trouwens. Ja, die is altijd handig. Ik ben net zo'n soort prullenbakje die soms dingen eruit trekt. Ideaal toch? Zo hé. Hey. Wow. Indiana Jones. Dus zo'n hoedje kan best wel wat waard zijn hoor. Oh, made in China. Oh. Ik vind wel wat voor jou. Dat past niet helemaal. Het is wat? Bas Jones. We hebben weer een sleutel. Wat is dit voor vage sleutel? Oh. Een sleutel waar niet handig voor is. Ja, we hebben weer een sleuteltje. Sleutels. Kijk, weer drie sleutels. Ik heb nog nooit zoveel sleutels gevonden. Oh, kijk dit. Oeh. Iets van zilver weer of zo.
We vinden best wel veel sieraden. Dat is een ketting, of niet? Ja, volgens mij is het echt zilver, hoor. We zijn komen we bij de BOAS-afdeling. Leef allemaal maar weer in. Ja, dit is weer zo'n charger, zo'n blok van Europa. Kijk, ik heb deze ook nog steeds in mijn zak zitten. Mag ik hem inruilen? Die is mooi. Dankjewel. Zo. Hij doet het nog. It's lit. En we hebben weer een USB-stick voor je foto's. Echt mooi. Dit is zo leuk. Spot. Oké, deze kun je aan je vest doen zo. Een tepel ja, zo. Ja, dat dacht ik al. Zo. En dan kan je hem zo. Ja, nou, dank je. Nee, dank je. Ik heb weer een sleutel gevonden. Dit is echt wel mooi dit hoor. Ik denk serieus dat dit een pasje is voor het hotel. Ja. Dit is een sleutelhangetje en dan piep, piep. We hebben weer een sleutel. Hij stond ongeveer 100 kilo aan sleutels thuis hoor. Boom. SD-kaarten? Wat de heck? Het zijn allemaal simkaartjes. Simkaarten. Wat? Wat veel ook. Er zitten hier 4 simkaartjes in. Dat kan niet veel goed wezen hoor. Nee? Nee. Drugsdealers. Illegale praktijk. Hier, dit is wel serieus een supermooi hoesje. Is dat zo in? Hey, voor een iPhone 10, die heb ik. Ja? Boas die hostelt die dingen hè? Of is het voor een 10 Plus? Het is voor een 10 Plus. Oh. Of een Max is dat. Die heb jij toch? Ja, die heb ik ja. Ah, kak. Yes. Dit zijn tot nu toe de kleinste sleutels die ik heb gevonden. Zo. Kijk dan. Wat een minis. Weer sleutels. Ik heb nog nooit zoveel sleutels gevonden, gast. Wat vet kleine. Ja. Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Wat is dat? Wat we gaan doen, is raden wat het is bij het voelen. Wat denk jij? Ik denk lippenbalsem. Lippenbalsem? Ja, voor de rest heb ik geen flauw idee. Een sleutel of zo. Voel je die grote lippenbalsem of zo? Weet je ik denk lippenstift foundation. En een armbandje. Ja? Lippenstift, armbandje en ik hoop een sleutel weer. En we hopen natuurlijk ook money. Gooi maar op. Kijk, sleutels. Een sleutel. Wat? Allemaal sleutels. Wat een rare sleutel. Oh, dit is zo'n hoesje, die kan je om je sleutel doen. Zie je dat? Echt een hippie sleutel. Ja. Zaklamp. Oh, dat was geen... Hey. Zo. Kijk eens. Vel, ook moet je kijken, joh. We hebben weer een slot met een sleutel. Ja, ja. Hier, hoppakee. Ik heb hem opengemaakt. Klik. Oh. Wow, gast. We hebben gevonden. Ik kijk er niet. Oh, die... Die glimt. Ja, die gaan we even laten taxeren. Maar hij ziet er voor de rest wel heel goedkoop uit. Ja. Wat? Hier is een sleutel. En zo is weer blij, er zit een sleutel in. Een hele kleine schattige sleutel. Wow, wat is dit? Oeh. Wat is dit? Ik hoop... Oh. Oh, misschien zijn het wel hele dure pennen. Van de Action. Nee, dat kan, hè? Dit kan wel een dure zijn, ja. Kijk dan, ik bedoel, daar heb je toch niet zo'n zakje bij? Kijk, er zit ook vulling voor de vulpen. Ik spaar dan die balletjes altijd. Kan best wel gaaf zijn hoor. Ja, eigenlijk is het gewoon één grote verjaardag hoeveel cadeautjes je ook mag maken. Ja, niet normaal hè. Als je nooit een cadeautje niet weet van hen, dan koop ik gewoon zo'n kaart. Klein beetje duur, maar... Dit is ook zo'n freakvonk. Oh, die is vet. Ja. Die is wel echt vet, ja. Wat wil je hiermee doen en zo? Boas? Dit is wel fancy, joh. Geef maar aan Boas. Ja? Het staat er nog ook. Wacht. Met al mijn opladers erbij, hè? 1. Ja, en je draadjes. 2. En een ander draadje. Nog een ding, Jeng. Oké, mensen. Het is weer tijd voor een tas. Het is tijd om weer wat gruwelijks te vinden. Hoppakee. En nu komen de tassen. We hebben alles. We kunnen duiken. Ja. We kunnen fruit bewaren. Ja. We kunnen nog meer duiken. Nog meer duiken. Ja. We kunnen petjes opzetten. Ja. We kunnen drinken. Oh ja. Deze zijn best wel duur. We hebben nog meer Tupperware. Tupperware. Niet alle bakjes zijn Tupperware. Dat is een merk, hè? Wist je dat? Oh nee, wist ik niet. Ik dacht dat... Is dat serieus een merk? Ja, dat is een merk. Ik dacht dat alle plastic bakjes dat je dat Tupperware noemt. Nee. Dat dacht ik. We hebben hier een boek. Die kan in mijn boekenkast. Hoeveel van die boeken heb je gelezen? Niks. Zijn de helft is ook buitenlands. Sommige boekjes zijn gewoon Chinees. Het is gewoon als er mensen overkomen. Ja, ik heb al die boeken gelezen. Ik ben heel slim. Het is gewoon leuk om te bewaren. Dit is echt een nutteloze tas. Ja. Oeh. Kijk, we vissen daar gewoon nog eventjes in. Dat verwacht je niet. Een reep en met een schelpie. What?
Oeh. Gewoon een fake bril. Gewoon een neppe. Ja. Zo'n mooi hoesje trouwens. Dat wel. Ik heb nog een nieuw hoesje. Hey. Mag ik deze? Ja, tuurlijk. Ik heb een nieuw hoesje. Die gaan zo snel kapot hier even. Wat krijgen jullie weer veel van mij, hè? Ja, we zijn echt gul vandaag. Hier, mag ik die tissue? Nou. Ze hebben al allemaal schelpen meegenomen. Oh, dit is weer. Wat dit is zijn het? Waar komt dat pens vandaan? Dit zijn pens. Ja toch? Ja toch, zegt hij ook nog. Ja man, dit zijn pens man. Ook nog een pens. Hier kan je wel mee betalen hoor, in de winkel. Sowieso. Ze zijn goed jongen, dit zijn pens jongen. Wel een schattig tassie. Dit is best wel cute. Doe die ook nog even om, die past wel bij je outfit nu. Heb je sinds vandaag pas zo'n obsessie met sleutels? Of? Ja, omdat ik er heel veel vind, dan kan ik er net zo goed wat mee doen. Maar kijk even hoeveel vuilniszakken we hebben. 3, 4. Dit is de vierde al, mensen. Gewoon al 4 vuilniszakken aan troep. En dan hebben we ook nog dit. Allemaal kleding, parapluën. De verzameling parapluën is ook best wel lekker bezig vandaag. Ja. Hé, hey, we hebben een cadeautje. Of niet? Wat is dit? Dat is gloednieuw, er zit een kaartje aan. Oh, dat is €20. Wat is dit dan? Oh, dat is zo'n fanny pack. Fannypack. Nee, dat is zo'n tas, gewoon zo'n boodschappentas die je weer in een... Daar kan mijn moeder wel mee blij maken. Nou, voor je moeder. Mama, deze is voor jou. Hey, dat is goed voor die zon, man. Alles flex. Dit is mijn nieuwe. En meneer, maar nu stoot je hoofd nog steeds, hè? Nee, want ik zit nu in de auto. En ik sta er nu, dus ik doe deze op jou. Ja, toch? We wisselen af. We hebben gewisseld van functie. Kijk dan. Dit is best wel vet. Maar wat moet je ermee? Ja, geen idee. Weggeven aan de buurvrouw. Ja, dat is voor de buurvrouw. Buurvrouw, deze nu. Kijk, dit is weer een leuk boekje. Laat de zon schijnen. Positieve invloed op onze nachtrust en zorgt voor een diepere ononderbroken slaap. Gaat het voor de rest met jou? Ja, lekker. Zullen we even een Mackie pakken? Ja. Maar hij zit in de auto. Ja, pak maar de auto. Ah, okay, ja. 1 hour later. Vergeten, hij is nog steeds bezig. Ga rustig door met in- en uitademen. En visualiseer dat het goudgele licht steeds groter wordt. Tot het je hele lichaam omhult. Goed zo. Die wil ik bewaren. Ja, is goed zo. Is goed zo. Wow! Misschien zit er een... Nee. Oké. Okay. Oh, ik bedoel... Wow! Oh, dat is wel een mooi doosje hoor. Nee, oh, doe dat nou! Wat zit erin? Eigenlijk als er wat is, breekbaar is, jongen. Wat denk je dat is? Een tasje. Sleutels! Oh, dit is een goodie pack. Oh ja, dit is zo'n hele badkamer ding. Wel leuk hoor. Ja. Doosje zelf is mooi. Oh, ja, wil je een doosje hebben of niet? Misschien voor allemaal opladers in te stoppen, ja, is best handig. Wat is het? Is het de molen? Ja, het is een molen! Hey. Magneet. Oh ja, is een magneet op de koelkast. Wow! Het is een vliegtuig. Ik zie trouwens bijna de hele tijd niks door die bril. Weet je hoe donker die is? Oh ja joh. Maar die wil je bewaren dus. Kan ik deze ook achterstevoren dragen? Oké, okay. Een tocht in de merk. Hier, kijk dan! Wat is dat? Een pannenset. Een pannenset, serieus. Dit is wel handig hoor. Maar er zit een aanknop aan. Gek, deze. Kaasfondue. Maar ik vind dat echt heel vies. Ik ook. Ja, dit is ook vies dat het al gebruikt is. Tommy Hilfiger. Oh my god. Tommy Hilfiger. We hebben een riem van Tommy Hilfiger. Zwaar gebruikt. Ja. Best wel netjes. Wil ja. Vergeten door een passagier. Wow, 19.08.2018. Wow. Dat is van 19 augustus. Wow. Ja, dat is al best wel lang geleden. Half jaar. Nou, dit doen we terug bij de kleren. Kijk eens even. Wat is dit? Oh, maar dat klinkt als tandenborstels. Tandenborstels? Ja, vast. What the fuck is dat? Wat is dit? Oh, spiegel. Jeetje. Wat? Zo, pillen poppen. Zullen we een beetje neer? Kijk wat er gebeurt. Die heeft lekkere skittles. Het is allemaal door elkaar, joh. Ja, gekke pilletjes. En het rare is ook dat er geen sticker op zit met wat het is. Nee.
Ik denk dat... Ik denk dat je hier wel hard op kan gaan. Blauwe batses. Nee, we gaan daar niks van proberen. Dat is echt heel dom. Hé, hey, ik weet wat dit is. Weet jullie wat dit is? Dus voor je ogen. Oh ja, voor je ogen, ja. Maar jij dacht wat anders, hè? Ja, ik dacht wat anders. Nee. Nu schaamt hij zich. Weet jullie wat het is, jongens? Ik ga jullie wat leren. Ik vond het helemaal fout, hè. Dat heeft Enzo niet vaker, dat scheelt. Ik wist het echt. Stetson. Stetson? Ik heb echt geen idee. Ziet er wel uit als een cool petje. Kunnen we wel googlen. Oh, wat is dit? Is dit niet het logo van Rolex? Nee, dit is een te ingewikkeld kroontje. Wat? Te ingewikkeld kroontje. Oh ja, kijk, een Rolex. Rolex kleur, gek. Weg. Oh! Oeh. Holy shit, dit is Tisselt. Tisselt Swiss. Zoals Zwits horloge, dat is altijd wel goed. Ja. Hij is wel zwaar. Hij is ook zwaar, ja. Kijk dan, een ring. En we hebben een slot. Met sleutel. Met sleutel. Hey. Zo bijzonder, hè? Dit is echt gaaf. Dat is echt bijzonder, ja. Hé, hey, paraplu samen. Gooi er maar bij. Dit is zo'n neppe. Oh, is dat een neppe? Ja, maar dit is wel eentje voor... Maar hij ziet er echt heel echt uit. Of ligt het aan mij? Mag ik die? Ja hoor. Maar hoe weet je dat hij nep is dan? Volgens mij is het wel echt hoor. Dat vertelde Joyce aan mij. Joyce vertelde dat. Hij ziet er zo echt uit. iWatch. Hij is gewoon echt hoor. Is hij echt? Ja. Je had hem gewoon bijna weggegooid. Ja, dit is gewoon een echte. En hij heeft hem weggegeven. Ja, maar Erik zei dat. Oh ja, maar Erik heeft geen gelijk. Is dat een echte van Apple? Ja, het lijkt me heel echt. Een iWatch op. Serieus? Maar wat voor opladergat zit erin? Zit er überhaupt een opladergat in Apple Watches? Nee. Ik heb daar geen verstand van. Ja, daar toch? Nee. Ik heb geen idee. Nou, die doe maar in de waardevolle ding dan. Godverdomme, zijn we niet dat die echt was. Hey, is dat een USB-stick? Dit is een dikke USB. Huh? Dit is zo'n rookding. Dat is een Juul. Ja. Nee, echt? Dit is zo'n smokepijp. Smokepijp? Waar moet je aan zuigen dan? Smok heet het. Hier. Ach, nou, ja. Dan ga ik echt niet aan zuigen hoor. Gooi maar weg. Ja, joh. Het zijn wel dure dingen hoor. Ja, hier. Bewust. Sleutel, maar heel veel dezelfde sleutels, hè? Allemaal van die kleintjes. Nou, we komen er al best lekker doorheen nu. Ja, zeker. Dat zou je denken trouwens, maar hij ligt nog helemaal tot achter gevuld, hè? Ja. Maar we komen wel bij de koffers, want alle koffers hier zitten helemaal achterin. Bro, dit zijn blauwe pilletjes. Wow, check deze. Die is fancy. Heb je Viagra gevonden? Echt? Zo'n blauwe pilletjes als Viagra, toch? Ja, ja. Laten we mee. Gezellig zo met z'n drie op de bank. Cool. Oh, joh. Fancy. Cool hoor. Oh, kijk, spiegeltje. Naar beneden laten vallen. Hey, squishy. Ja, ruikt lekker. Oh ja, inderdaad. Wacht, squishy. Echt? Ruikt ook lekker. Die ruikt echt lekker. Dit is vies. Oh, ik wil deze nu om. Ja, meneer de Elf. Ingeruild. Wil je deze bewaren, meneer de Elf? Oh, check deze dan. Ja, doe die maar daarbij. Ja. Zo, die is wel echt... Keihard hoor. Keihard. Ja, die is echt... Cool. Vooral als je hem zo echt als zo'n... Vliesdek. Gewoon zo houden. Nicht om heeft. Wat wilde je zeggen? Ja. Wat wilde je zeggen? Ik kwam niet op het woord. Hier, Lego. Ponta Delgada Azores. Oh, dat is Polen. Het begint ook met een P. Yo, wel veel pasjes, hé. Och jeetje. Och, mijn kind. Dat is een rijbewijs, dit. Oh, dit is de dochter. Oh, dit is een vaarbewijs. Hé, hey, Nederland. Nederlands. PO Box. Oh, die ga ik terugsturen. Oké, dit ga ik terugbrengen. Dit vind ik leuk om te doen. Hé, een parapluutje. Hey. Weer een tassie. Ja, maar dit is weer zo'n mannentoilettas. Ik ben bang dat er niet zo... Oh. Oh, er zijn gewoon meerdere portemonneetjes zitten hierin. Oh, dat is... Waarom geld, nooit gewoon een geld, keer gewoon... Geld, hier, dat zijn eurocentjes. Waarom zijn... Ik heb nog nooit briefgeld gevonden, dat lijkt me ook wel een keer leuk hoor. Ja, gewoon dat je open doet en één keer bam. Bam. Hé, wat is dit? Ja, dat is... Jawel, dat is wel geld. Ja! Ja! Ik had het er net nog over. Hoppakee. Wat is het? Hier, kijk dan, Kuwait.
Kuwait? Ja, een halve Kuwait. Hé, hey, maar maakt niet uit. Bro, gaat in mijn tasje. Als je weet hoe die open moet. Ja, echt, hè? Het is ook zo bij jou. Hey. Wat is dit, een raar tasje? Bro, niet te dicht aan mijn tasje. Niet te dicht bij. Oh, zit er oh, op! Oh, een sterkschek! Ja! Dikke stacks! Oh, hoeveel is dit gek? Hé, hey, rustig! We moeten hem vasthouden. Dit is een kwart. Dit is een kwart. Je hebt vijf gek! Vijf Kuwait. Vijf Kuwait, een kwart, nog een halve en nog een kwart. Nog een kwart? Hoe zou het kwart niet zijn? Ja, dit is ook niet gek. Ik niet. Ja, maar we weten niet hoeveel één Kuwait waard zijn. Misschien is dat toch gewoon 40 euro? Ja, nou inderdaad. Zou best kunnen. Wat allemaal in een tasje gek. Klopt, de kans is wel heel klein, maar het kan wel. Het zit gewoon te vol. Dat is wel een goeie dit. Zeker. Nice hoor. Het maakt niet uit als het niet veel waard is. Het is wel leuk. Oh, dit is een creditcard. Die gaan we versnipperen. Wow. Je moest toch versnipperen? Ja, dat kan ook. Hij bedoelde gewoon echt in een versnipperaar, maar... Ja. Hey, maar nu ben ik wel benieuwd wat hier nog meer in zit. Laat me los hoor. Hey, powerbank! Hey. Dat is de eerste powerbank. En Boas die zei, ik wil heel graag een powerbank. Ja. Hij doet het ook nog. Dankjewel. Alsjeblieft, hè. Ja. Met een kabel. En een hoesie. Hoppakee. Oh! Gast! Oh. Oh. Echte? AirPods, ja, dat zijn echte. Holy shit! Nee. Ja, echte AirPods. Holy crap. Moet ervoor hebben. Hey. Ruilen voor een powerbank? No? Doe je een fanny pack dan? Nee, hey, dat is ook een tasje gek! Gast, maar die dingen zijn 180 euro of zo. Dat is echt een goede tas. Ja, ik ben super blij man. Hoe weet je dat ze echt zijn dan? Ja, dat zie je meteen. Oh, hier, huwelijksaanzoek. Huwelijksaanzoek. Oh, maar hier kan wel wat leuks in zitten. Money! 50 iets. Nee, dat is nep. Hoe net wil je het hebben, gek? Oh, maar dit is... Hey, die is mooi. Dit is echt duur, ja. Ja, dat is heel nice. Oh, dit is helemaal hier. 3 jaar garantie. Ja joh, dit is helemaal nieuw. Nee. Dit lijkt gewoon... Jawel, dat is wel nieuw. Oh, er zit een bolletje bij. Wat zou die gekost hebben? Kijk eens even. Oh, wat denken jullie? 30 euro. Wat denk jij? 47. Wie dit mag hebben? Ja, dat mag ik ook, ja? Wat denk jij? Nee, 39. Ik denk 45... 95. Oh, 95. Nee, maar even serieus, dit is echt een ziek dingetje. Maar deze is 45 euro. Kan jij dit goed gebruiken? Nee. Kan jij dit goed gebruiken? Ik weet niet, kan er cashgeld in? Als cashgeld? Nee, het is alleen voor pasjes. Nee, maar hier in dat flapje kan dat nog wel eens. Als er cash in kan? Ja, hier kan gewoon cashgeld in. Nee, er kan geen cash in. Het is alleen maar voor... Ja, hier kan wel. Ja. Zie je, cash in? Nee, alleen kaart. Oké, laat hem maar zitten, daar kan ik niks mee. Ja, doe sowieso gewoon in dat krat. Dik, man. Deze kan ik verkopen. Ja, sowieso. Ga ik nu gewoon dan... Bas? Snoetje? Hier heb ik echt helemaal niks aan. Dit is... Ja, maar dit was echt een goede tas. Een goede tas. Nice. Jij begon ook, het is een mannentas, hier heb ik niks aan. Ik hoor nog wat. Ja. Wat is dat? Oh, dit kan wel wat waard zijn, denk je niet? Dat het echt zilver is. Zo klein. Check it out. Ga nog eens zo... Ja, oeh, daar. Oeh. Wat is dat? Wat een fuck is dat? Er zit gewoon een eikel in. Een eikel. Wie neemt een eikel mee? Nou, ben je een eikel? Een eikel. Goeie tas, ja, dit. Is een goede tas. Nice. Hoppakee. Lekker hoor. Lekker man. Oh, deze is best zwaar. Ja? Deze is best zwaar. Oh mijn gast, ik heb gewoon AirPods gevonden. Ja, dit. Gewoon AirPods. Holy shit. Oh, geld. Ja? Ja, 2 euro. Oh, lekker. 2 euro. Lekker. Hoppakken! Doe je tasje. 2 euro. Ho! Ho, eens even. Oh my god. Nou, 3 keer raden. Zou sleutel of paraplu zijn? Sleutels. Jee, sleutels. En dit is wel een nice, hè? Ja. Adidas petje. Kijk eens even. Ziet er gloednieuw uit. Hartstikke mooi. Wat wil je mee? Bewaren natuurlijk. Die kan allemaal weg. Wat is dit voor een huis? Die stilo. Die koffer straks wel openmaken. Ja, dat is een goed. Hey, een fanny pack. Bro, upgrade. Upgrade. Next level. Yes, baby. Deze is hard, hoor. Maar eerst even kijken wat erin zit. Ik zou beide doen, joh. Allebei rocken tegelijk. Oh my god. Oh my god. Taking the L of niet? Ja, geld. Hoor. Oh, bro.
Bro. Bro. Nee. Bro. Nee. Bro. Nee. Bro. Nee. Ik heb briefgeld. Nee, ik heb briefgeld. Briefgeld. Nee, echt Europees briefgeld. Ja? Oh. Gast. Oh, holy shit, dat is best 50? Veel. 30 euro. Oh, ding. Ik zei nog zo, ik wil dat briefgeld. Oh, wacht. Oh. Lekker hoor. Zo, je houdt je handen op, ik heb nog meer geld. 35 euro. Wow. Oh, dik. 37 euro. Nee. Oh, 39 euro. Oh, ja. Wacht, ik heb 30, 34 euro, 35 euro, 36 euro, 37 euro, 37 euro. Zo, dit is al weg. Wat een rijk meisje hoor. Dat is al zakgeld. Oh, we hebben gewoon klein meisje, bro. Ik heb een mooie Filipijn. Oh, bro. Wat een stacks voor deze. Zo. Woe! Ja, dit is wel keihard hoor. Dit is wel keihard. Bro, wacht. Hij loopt ook weer te shine als hel, die man, jongen. Oi, flex on point. Gang. Wat een goed. Snap je? Stacks for days. Ja, lekker bro. Oh, man, lekker hoor. Ik moet ook veel winst maken, snap je? Nu komen we bij de tassen. Zo, dit is een zware tas, hé. Laten we die hieruit pakken dan. Oei. Zo, ik heb het voorstel. Kijk hoe groot. Die is gewoon tot te groot. Jeetje gek. Zo, klein meisje doet in één kram de hele haar. Zo, deze weg? Ja, want ik heb een nieuwe. Oh, deze is sick. Nee, deze fucked up. Helemaal kapot, man. Oh, die had je ook? Ja, die kan jou gaf inderdaad. Oeh! Die is helemaal kapot. Ja, maar die kan je wel laten maken, hè? Zo, die heeft hem zijn vliegtuig uitgeprint. Echt? Ja, kijk hoe groot. Jeetje. Die staat al voor te scannen, zo. Scan maar. Ja, hoe groot. Jeetje. Hey, kijk, dit vinden we leuk. Jeetje, zware deel ook dit. Ik ruik ook geen geld. Jij hebt jezelf gewoon getraind. Nee joh, dit is allemaal niks. Ik zie ook overal Primark staan. Hé, hey, misschien ga ik promoveren. Hey. Dit ziet er echt wel heel fancy uit hoor. Dit ziet er wel, hij is zwaar ook hoor, hier. Zo. Hoor je dat? Ja, hij zit wel zin hoor. Oh, god, ze me nou. Dat is allemaal merk, god. Zo, wat is dat? Oh. Nou. Dat is niet zoveel. Ik ga wel een beetje treurig. Zo. Waarom ruik je eraan? Nee, ik snoot zijn neus. Snuit zijn neus. Zo. Kijk eens even. Wat is dat? Dit is een. Er zit ook weer niks in, hè? Waarom geen stacks? Dit kan niet. Waarom is alles eruit? Dat zijn de stacks. Maar ik vind het echt wel sick dat ik gewoon geld heb gevonden, joh. Ja, joh. We hebben veel dure dingen gevonden, maar we waren zo blij met dat geld, hè. Dat is gewoon meteen lekker cash, je hoeft niks voor te doen. Nou, ik vind het wel een mooi, ja. Laat hem wel bewaren. Zou er geen merk op. Hij past wel goed bij de grote tas. Zo, Carvel. Dikke. Tom Ford, dit is duur. Ja? Ja, denk ik wel. Wat wil je ermee doen? Bewaren. Oeh, die ruikt wel heel chique, jongen. Nee. Oh, nee, zo! Oh. Dat is echt een diamanten ring. Ja, dat zou volgens mij is deze echt. Echt die shined als een. Als. Ja. Ik kan het even plaatsen. Ik denk dat deze echt is. Ja, Bas, staat er iets in? Ogen. Ik kan zien of het kristal echt is. Nee, maar dat zie je aan de glinsteren. Ja, of het zeker. Glas is of niet. En dit is. Toen ik Bas in de ik ogen heb kippenvel, man. Ja? Ik ook. Ja, dit is sick, hoor. Ja, dit is sick. Dit is een echte, denk ik, bro. Zonder gekheid. Gast, dat kan zo duizenden euro's waard deze zijn, kan hè? Zo hij is ziek groot. Nee, ik zit echt... Jongens, bro, ik zie niet de ouderen. Die man wacht, bro, besef even. Kijk hoe hij eruit ziet. Jij ziet er gewoon normaal uit, maar kijk hoe Boas eruit ziet. Ja, hoe jij eruit ziet. Ja, ik kan het zeggen. En misschien heeft deze guy wel gewoon een ring van een paar duizend euro gevonden, zojuist. Ja, maar deze... Deze kan echt wel erg zijn, hoor. Zo. Ik zou die echt apart houden. Bro. Ja, doe hem om. Raak hem gewoon niet kwijt. Nee, niet daarin doen. Dan ga je verliezen. Nee, doe dan in de aparte... Snap je? Oh, dit is wel sick, hoor. Maar er zit echt wel meer in dan.
Hey, dit zijn gloednieuwe snoertjes. Yes. Hele dure make-up. Hele dure dit. Hoe weet je dat? Ik veel. Oh, Dior. Ja, Dior. Spiegeltje. Bewaren. Oh, maar Dior spiegel kan serieus echt wel 50 euro zijn. Ja, dat bewaar ik. Kijk dan zo. Dat ziet er ziek duur uit. Dikke snakes, Matty. Gast. Helemaal de weg kwijt. Bro, ik ga binnenkort op stap, jongen. Zo, wat niet dan? Oei. Ja, dat is de koffer nou, hoor. Met mijn Hugo Boss pakbroek en mijn mooie Tommy schoentjes. Oei. Dit is wel echt dikke vissa, hoor. Je boy! Hij is zo'n gekke, dit is echt wel sick hoor. Maar ik denk dat die tas ook wel wat waard is hoor. Maar die bril ook hoor. Ik denk dat die bril echt wel 100 euro waard kan zijn. Even rustig. Ja, dit is hype hoor. Ik zeg nu ook draadje omhoog hoor. Ja, je ziet het niet door die bril. Draadje omhoog. Dit is wel echt leuk. Even serieus. Even, zullen we één ding doen? Even serieus. Wil je één ding doen? De winst denk ik. Pakken en dit merk Google hoor. Googelen, dit merk. Ah, Google kan makkelijk. Want ik denk dat alles echt is. En als deze tas ook echt is, dan kan je echt wel... Ja, maar dit... Ja, maar Google even, dat is leuk. Even googelen. Ga even googelen. Ja, we zijn weer een beetje tot rust gekomen van de diamantenring. Nou, eigenlijk nee, niet. Ik niet hoor. Oh. Doe eens rustig. Wat is dat? Oh, rekenmachine. Ik heb pas voor energie, man. Die je paspoort houden. Maar wat is paspoort dan? Zwaar. Hey, snoertjes. United Kingdom of Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Ierland. Ierland. Ik las het in het Nederlands. Hey, opladen. Ja, waar is de laptop dan? Moet ik alle opladers aannemen ofzo? Of? Ja, hij doet het wel. Ik heb al even uitgerekend wat je hebt. Dat is een echte Casio. Ja. Ik heb uitgerekend wat je hebt gediend. 714 biljoen. Heel veel. USB-stick? Hey, een powerbank. Hey, USB-stick. Foto's. Powerbank. Foto's. Is dit geen harde schijf? Ja, het is harde schijf. Dit is een harde schijf, gast. Dit is een harde schijf. Harde schijf, gast. We hebben een harde schijf. Oplader. Ja, ik hoef niet alle opladers. Ik weet even niet meer. Allemaal snoertjes. Ik hoef alleen Apple-opladers. Hey, wat zie je? Dit is handig. Ja, dat is zo'n bankding. Oh my god, dit is ziek handig. En wat is dit dan voor ding? Pepperspray. Een Nicorette Quick Mist. Oh, dat is stop met rook. Stop met rook. Niet stop. Ik bedoel niet stop. Ik bedoel niet. Gadverdamme. Normaal. Dat stinkt. Gek. Nee jongen, niet door jongen. Weg van die nicotine shit. Wat is dit voor pasje dan? Fraser Place. Oh, dit is voor de hotel. Oeh, wat zit er nog meer? Het zal nog een papiertje. Ja hoor. Fast. Ja hoor. We hebben sleutels. Dat is een kluissleutel, joh. Dit is een kluissleutel. Ja, maar serieus, je hebt altijd eerst zo'n kleintje en dan heb je zo'n lange. Ja? Echt zonder te dol, hoor. Staat er geen bank op? Hij is member. Hier, this card is van property. Dat zei je zo lekker Nederlands. This card is van je co-op. Nee, dit is niet van de supermarkt co-op. Oh, toch wel. Nee, maar dit is echt een kluissleutel, hoor. Hier, Timpson. 1A. Ja, 100%. Dit is een kluis. Ja, maar ik ga toch niet naar een kluis? Nou, ik wel. Later. En ook gewoon helemaal niet meer voorkomen in de video. Nee. Gewoon one year later. Hé, hey bro. Dikke swag. Alles. Zien we een keer een foto vanaf de Bahama's. Hier heb ik me verheugd. Dit is een North Face tas. Dit is serieus van zichzelf al best wel een dure tas. Zo! Wow. Ja, lekker! Zo. Lekker! Wow, een hele tas! Oh, is dit Gucci? Oh, is dit echt Gucci? Nee. Ja, joh! Staat ook Gucci op, maar zou het echt er zijn? Het ziet er heel skeer uit. Bro, mijn outfit is niet skeer. Mijn outfit is niet skeer, bro. Godverdamme, man. Dit is wel hard. Nee, maar even serieus. Volgens mij is dit echt een Gucci, hoor. Ja? Ja. Voelt de kwaliteit een beetje goed? Ja, serieus. Kijk dan. Ja, hij is niet zo lelijk ook. Ik vind hem echt sick. Hey, maar dit is wel sick, hoor, jongens. Even serieus. Ja, dit is echt veel. Gooi gewoon even naar beneden op de auto. Hier, allemaal kokers. Snelle planga's. Ja, dit is echt sick, hoor. Zou dit Victoria zo'n straat... Beckham. Oh, sorry.
Victoria Beckham. Ik ken dat niet hoor. Ken je dat niet? Nee. Kijk dan. Fancy jongen. Victoria Beckham, dat is de vrouw van David Beckham, die voetballer van Engeland. Ja. Ja, dat is echt een rolmodel. Dat is echt zo'n baas. Ja? Ja, serieus. Een mooie vrouw ook hoor, die Victoria Beckham. Maar zou het niet gewoon een tas van een straatverkoper zijn? Nee, want joh. Die hebben altijd zoveel brillen bij zich. Vonden voor, die blijft liggen en de douane die flikkert nu gewoon in één tas. Ja, kan ook. Ja, deze tas bewaren we met allemaal brillen. Ja. En die Gucci bril doen we heel even apart. Ik denk echt doe dat je het echt geen is. Pak. Nee, die past daar niet in. Dit is, zie je, ik zei het al, hè, North Face. En die tas is nice en de inhoud. Dat komt niet vaak voor. Meestal is het zo als de tas heel duur is, dan valt het tegen. Maar goed. Oh, doe de poster. Poster? Ja, poster. We hebben een poster gekocht. Die staat bij de cover. Nou, ik ben benieuwd. Het is een hele zware poster. Hij is ook vet lang volgens mij. Ik ben wel benieuwd wat het is hoor. Op de kop. Dit is te lelijk. Gast, dit moet je echt in je huis ophangen. Dit is toch super schattig. Ja, dit is leuk hoor. Dit is leuk. Die jurk ook helemaal gek. Je jurk allemaal niet hangen. Hoor. Je blijft maar doorrollen. Ja, dit is wel heel schattig. Cute, hoor. Heel schattig. Ze zijn ook klein volgens mij, joh. Kijk dan. Kijk hoe klein ze zijn. Kijk dan. Hij staat nu op de grond. Kijk hoe klein het is. Sleep me weg, hoor. Oh, op. Hoor. Mark laat zetten. Money. Ja, ja, money. Sowieso. Money. Hey, dit was die ene portemonnee met al die pens. Zo. Kijk dan hoeveel, joh. Heel ook, jongen. Rijke zwaar, jongen. Zeker rijke kind. Hoppakee. Ja, die is zo. Mooi, hoor. Michael Kors. Oh. En wat zit erin? Een sportshirt. Misschien is het ook wel heel duur merk. Hugo Boss. Wat zei ik je? Ja, lekker hoor. Ah, het is Hugo geen sportshirt. Boss. Dit is wel een nette. Dit is wel mooi, hè. Weet je wat voor echt zo'n polootje dit is? Voor wie? Hé? Hey? Nou? Dit is echt zo'n Dennis Bots polootje. Ja, die is wel mooi voor Dennis Bots. Vind ik. Kijk, deze voor Steven Bots. Lekker Steven. Ze komen hier kant op. Dit is van Disney. Dit is gewoon van Disney. Ja, Disney is duur hoor. Ja, doe maar met kinderspullen. Ja, dit is echt leuk. Er gaat vast een meisje heel gelukkig mee zijn. Ja, dat denk ik wel. Voor de rest zit hier niks in. Geen geheime vakjes. No money. Geen geld. No doek. Maar dit is wel echt een mooie Michael Kors tas. Ja. Heel erg nice. Top. Dank je wel. Die zijn er gewoon een paar honderd euro. Dank je wel. Dat zeg je echt als je een cadeautje krijgt en eigenlijk niet leuk vindt, maar... Een euro! Hey. Dat is geen euro. Nee, dat is geen euro. Pound. Ja, Elisabeth, we hebben weer pens. Eén pens. Lekker, bro. Lekker, hoor. Hey, weer geld! Hey, money. Weer geld, wat is dit? Ook een pens. Allemaal pens. Jeetje. Dit is al een dikke pens, gek. Veel pens. Echt een dikke pens. Hier, nog meer pens. Yo. Allemaal pens, gek. Hier, dit is de beste bronzen pens. Zo. We zijn er bijna doorheen. Denk ik, nou, nog nee. We hebben nog 8 koffers te gaan of zo, joh. Oké, de eerste, niks. Ik ben bang dat dit allemaal kleding is. Ik denk dat er wel het leukste in zit. Oh, sombrero. Nog één. 1, 2, 3. Een petje, wat is dat? Oh my god. Jeetje, veel hoedjes ook. Kijk dan, is het goud? Goud? Wat is dat? Er zit wat in, joh. Er zit wat in. Lord of Sam Keaton. Dit is een speldje. Speldje? Oh. Wat cute. Nou, wel schattig. Zo! Onderzetters. Allemaal onderzetters. Dat is best geinig. Ja, dat is wel lachen. Station staan, Glen, Vinci, Filena. Laat me zeggen. Allemaal aanzichtkaart. Zo, dat is een flinkert. Je had een beste kont hoor. Dit is een speldje, ze zijn in Bremen geweest. Geen, zou je denken. Hij heeft ja, een detectivewerk gedaan hoor. Wist ik veel dat je dat had gevonden. Maar wel een mooi speldje.
Oh my. Hoedje! Hey, pruiken! Weer dezelfde! Alweer pruiken, oh, zit wat op. Ja, dit is gewoon gevuld. Wow, kijk dan! Tasjes! Mijn kop, ik wil ook maar! Ja, ja man. tasjes! Maar dit is ook een fanny pack. Zo heet dat toch, een fanny pack? Ja. Wat is dit? Skyroom? Wow. Is dit niet zo'n dingetje dat je Chinees kan praten met andere mensen? Zo'n vertaal ding? Dat ziet er heel fancy uit. Ja, zou het lekker erin laten. Ja. Lijkt meer op een mp3-speler of zo. Vind ik. Nice. Oh, ja! Oh! Wat heb je? Doekoes! Doekoes! Kijk. Serieus? Ja, gek! Kijk dan! Oh, dikke sterk! 1. Ja, lekker! 15. Oeh, deze is wel heel oud. 5 Wuyang. Wuyang. Jeetje! Jeetje, ik stop die pruik even weg. Ja, die leidt af. Kijk wel boos. Laat zien hoe nu. Nee. We gaan geen ID-kaarten gezichten laten zien of zo. Behalve van het bruidspaar. Ja, hier is zwaar aanwezig. Nou, doe je fanny pack maar open, gek. Zo. Kom maar hoor, bij de diamanten ringen. Zo, echt. Kom maar. Wat gek. Oké, volgende. Nou, dat begint toch goed. Ik ruik vanaf hier het leer, ja. Ja, het is echt wel echt. Ik denk dat het goede tasjes zijn hoor, dit mensen. Dat denk ik serieus. Mooi koffer heb je. Ja joh, hier staat een prijs. Wat is dit ook allemaal joh? Oh, €17,90. Dat valt wel tegen dan. Nee, dit is echt perfect. Dit is perfect. Voor de knietjes. Snap je. Oeh, zo, dat is een goeie. Deze is wel pikant hoor. Hier zie je alles doorheen. Zo, dit is een echt Duits shirtje. Voor niks. Die kan nog wel wat opleveren. Maar niet in Nederland. Nog een Duits shirtje. Wegwezen. Wat de hel. Wat is dit? Oh, hier heb je zo'n foto van. Ja. Dat is een vet ding wijze van hier dan. Ja, Kingston! Ja, dit is echt een. Me en mijn monkey. Een bakvormpje. Een bakvormpje in een doos. Dit is een vet dure drank. Nee. Ook zeg zelf. Ja, 40%. Ja, maar dit is. Kijk hoe fancy. Ja, dit is mooi. Dronk. Dit nou weer dan? Vloedjes? Ja. Allemaal vloed. Wat vinden we hier allemaal in? Oh my god. Wat is dat? Dat een meetlint. Kan je mee? Nou, kom op, doe het. Oh, dat is een lange ook, hè? Ja, joh, gek. Oh, wat de heck heb je hier aan? Ja, meten. Ja, maar waarom zijn we... Ik bedoel meer op reis. Heb je hier aan? Pas op, jongen. Dat is pijnlijk. Oké, zo sterk was het niet. Het kan zijn dat het... Oh my god, kijk wat dit is. Dit is... Oh nee, ik dacht dat het een onderbroek was. Dit komt verder. Het kan zijn dat het beeld er ietsjes anders uitziet. En misschien het geluid ook, maar dat komt omdat we zijn al zo lang bezig dat mijn camera, mijn batterij gewoon van 100% naar 0 is, gewoon dood. Dus we zijn nu bezig aan het filmen met de camera van Boas. Dit is oké. Oké, dit is mee. En dit is niet zo'n goede koffer. Behalve het Michael Kors tasje, die was wel echt sick. Ja, koffers, dat kan zo tegenzitten soms. Borstel, denken. Het is een mooie Nike sporttas. Ik hoop niet dat er allemaal kleding in zit. Oeh, maar volgens mij... En als er kleding in zit, dan hoop ik zo nieuw mogelijk en dure merken. Dure merken, ja. Noord... Ja, is het North Face? Ja, maar waarom zit die binnenste buiten dicht? Dat is echt heel raar. Het kost ook vet veel moeite om hem zo dicht te doen. Ja. Oh, dit is wel een fancy jackie. Hé? Hey. Die is nice, ja. Schoenen. Wat voor schoenen? Nike's. Oh, nice. Nieuwe. Die zien er wel vet uit.
Zou dit echt dikke pomp komen, jongen? Zo, 47 of zo? Wat voor maat is dit? 47,5. Joekos. Limited edition. Ik ben extra duur. Ja, nice. Vet, hoor. Ja, mooi. En hier ook nog Adidas slippers. Oh, Hugo Boss. Nee. Ja. Oh, echt Hugo Boss. Ja, joh. Zo. Dat is een goede sporttas tot nu toe. Nou, dit is dan ook Hugo Broek, denk ik. Hugo Broek? Ja joh, Hugo Boss Broekie. Lekker hoor. Lekker hoor. Haha, tipjes. Ja? Ja. We hadden zo net vloeitjes, nu tipjes. Hier, lange vloei. Die is in Amsterdam geweest. Oeh, wat is dit voor mijn petje dan? Oh, dat is Armor. Ja. Under Armor. Ja, 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 dat was best wel een... De tas zelf is ook wel leuk. Ja. Wow. Jee, fucking scare, ja. Oh, dit is een scare tas. Doe maar dicht. Wat is dit dan? Neppe kat? Die komen weg. Doe maar dicht. Wat is dit dan? Stabilizer of zo? Hé, hey, jongen, je moet je op gaan zitten. Nee, dit is de tas van Boa. Nee, dit is de tas van Boa. Oh! Ah, wat gek. Ik heb wel zin in de kou op je. Hoeveel heb je? Wel geen? Ja. Wil ook geen bal? Hier, komt ie. In mijn nek. Is dat de laatste? Dit is bijna de laatste. Eén ding, ik vind het een mooie koffer. Ik vind het ook een mooie koffer. Mooie koffer. Oh, zo. Oh my god, wat schattig. Oké, okay. Oh, we hebben hier een Givenchy. Een Givenchy tas. Dat je die merk al kent, joh. Ja, joh. Ja, joh. Er zit een paar kleurpotloden in. Nee. Wasco. Oh, zit dat in een Givenchy? Volgens mij is het wel een echt hoor. Ja? Ja, maar hij is wel een beetje vol met kleurplaten. Oh, schattig al die knuffels. Pandora. Zo, dat is duur. Oh, daar zit wat in. Nou, mama. Oh! 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 Dit is echt een hele goeie. Nice. De moeder van Bas, die is helemaal gek op Pandora. Knuffeltjes geven weg. Ja. Zo, dit is een zware. Zullen we een foto maken straks? Ja, selfie. Selfie stick. Oh, gast. Ik probeer nooit normaal. Nee, waren kinderen ook nog blij mee geweest? Joh, die dingen zijn niet sterk. Kwaliteit, man. Maar, hé, hey, wat zit hierin? Geen merk, maar ja, dat zegt niks. Kijk eens even. Pillen? Dit dan. Wat is dat? Oh, dat is zo'n ding, dat plasje, en dan kan je dat zelf opdrinken, volgens mij. Hier voor je astma. Gast, dit is ook echt een pupje, ja. Wat is dit? Tyfo. Mijn broer. Tyfo. Nee, hier moet je dat in doen. Nee, hier moet je mee doen. Lekker. Nee, kijk. Stop. Ik, oh ja, inderdaad. En dan kan jij een superpuff hierin doen. Nee. Een super puff. Dat plaatje open. Helemaal stuk. Oh nee, kijk. Ja, maar weet je wat het mooie is? Hier moet je 6 keer puffen. Hier, dat zit je helemaal vol. Oh, inderdaad zeg. Met een dikke super puff. En dan doe je deze. Oh, nee, maar weet je wat? Oh, stinkt ook gek. Ja, ik heb hier nog... nog een puff. Nog een puff, gek. Hoi, deze is niet voor. Hé, we gaan niet astma-patiënt belachelijk maken. Nee, dat wil ik dus de hele tijd zeggen. Dat mijn broer heeft, daarom herken ik deze. Mijn broer heeft deze vet lang gehad. Er is niks mis mee. Moest je altijd puffen. Jij hebt ook lopen puffen, maar die ruiken wel wat anders. Ja, dat is waar. Hier, dit is weer zo'n heel blok, zo'n stekkerblok. Leef er maar in. Oh, dit is weer een zware tas, jongens. Dit is weer een zware tas. Jeetje. Wat is dat dan? Dikke skeerapparaat. Oh, hij doet het ook. Zo, wat een puffje. We kunnen wel een puffhandel beginnen. Ja, puffhandel. Hoe doe je hem aan dan? Volgens mij is dat best wel duur hoor, puffjes. Ja. Oh, dit is ook best goed werk, ja. Die skeerapparaat. Oi, oi, oi. Elektrische tandenborstel. Dat is dat. Hé, hey, die heb ik ook. Ah, ik heb precies dezelfde. Ja, wat leuk. Enig. Oh, ik heb een nieuw borsteltje. Moeten we even van dichtbij bekijken. Hé, hey, draadje, borst, draadje.
Oh my god. Yes, jackpot. Je hebt al meteen een setje. Een hele set. Een hele set. Een hele set smotjes. Echt leuk voor je. Oei, oei, oei. Echt blij voor je. Ja? Een kinderjasje. Dit was best nog wel een leuke koffer hoor. Ja. Dit vind ik best wel een interessante tas hoor. Trek zo die rits eraf. Zo, joh, sterk. Schud ook die tas met hem open. Maar er zit wel een plastic tasje in. Kijk dan, er zit ook een foto van die man op. Kijk deze muismat. Oh, snoep het. Die is wel sick hoor. Ja. Oh, dit is voor Jat C. Ja joh. Hey. Daarom die dobbels hier ook. Tuurlijk, kijk dan. Oh, dit was zijn... Zijn geluksdoosje. Ja, zijn naam staat erin. Een Ray-Ban doosje. Met een... hele vochtige, vieze Ray-Ban bril. Is die nou nat of gesmolten? Die is niet goed meer. Dit is best wel zwaar. Scheerapparaat. Jezus, wat dik ding. Dat is ook een best apparaat, ja. Het is best duur, die apparaat, hoor. Ja. Wat hebben we hier? Ja. 2 kronen, Denemarken. Hey! We hebben een paraplu. Oh, kijk eens even. Ja, maakt het ons makkelijk. We hebben gewoon een zakje, hoor. Een zakje met geld. Dankjewel. We zijn bijna klaar. Armbandjes. Oh, dat is een haaientand. Echt waar? Ja. Hey. Nee, ja bro, kom. Ja, lekker. Adidas slippers, dat is wel weer nice. Waar? Nee. Zijn wel oud. Zo vies, ja. Mooi tasje. In ieder geval heel veel liefde. Oh, wat is dat? Dan stop je van die schijfjes in. Dan moet je van die balletjes in doen. Nee, schijfjes. Oh. Wow, die is groot. Die gaat ook naar de kinderafdeling. Ja, leuk. Hey. Ja, die past wel goed bij je outfit, hoor. Lekker weer, hoor. Ja, deze is wel hard, hoor. Dit is echt zo'n 90's bril, joh. Deze voelt ook goed, hoor. Van een klein kind weer. Hey. Wat heb je? Geld. Echt? Ja. 50 kurus. Kurus? Dus dat. Dit is Turks geld. Ja. Nice. Volgens mij kunnen hier echt nog hele leuke dingen in zitten. Ja, deze ziet er leuk uit. Gaan we die meteen pakken voor jou? Een leeg doosje. Moet ik je wel teleurstellen voor wat? Dit is een leeg doosje. Nee. Nou, daar heb je niks aan. Nee, dat klopt. Dit is tabak. Oh, wat? Pruimtabak. Dit is tabak. Dat is gewoon allemaal tabak, ja, joh. Wat, duur, wat moet je daarmee? Ja, volgens mij is dat ook wel duur. Dat is dat van dat pruimtabak wat je dan onder je lippen doet. Maar is dat best heel wel duur. Heel smerig. Ja, ik vind het ook... ja, ik weet niet. Ik heb het nog nooit geprobeerd eigenlijk. Nee, ik ook niet. Het ziet er wel smerig uit. Dit is ook wel een leuke tas volgens mij. Volgens mij ook wel. Hé, hey, ik zie hier weer eentje voor mij. Hé, hey, hier ook. Gloednieuwe stekker, Bas. Dit dan? Dit dan? Oh, een plaat. Oh, nice. Ik heb een plaat te spelen. Die ga ik afspelen. Got him. Mag je hebben. Hé, hey, we hebben weer een paar. Ja. Maar deze is kapot. Oh my god, toch niet sleutels en slot. Jee, yes. Wat heb jij toch met sleutels? Yes, we hebben een sleutel. En we hebben een heel klein horloge van Certus. Ja, die kunnen best wel raar zijn hoor. Nou, die is wel kapot. Ja, maar dat maakt niet uit. Gaat het klokwerk. Oké. Okay. Tikt het klokje nog? Ja. Doe maar gewoon erbij. Kijk eens wat ik hier heb. Ik heb geld. Ik heb ook een ambulance. Die past goed bij mijn tas die ik... En ik heb 2 simkaartjes en geld. Dit is geld uit Engeland. Ik heb 10 eurocent. En ik heb hier een kwart dollar. Hoe komt dat allemaal bij elkaar in één tas? Precies. Mysterieus. Spannend. Dames en heren, de allerlaatste zak. We hebben een mooi tasje. Die ziet er fancy uit trouwens. Ja, die ziet er wel fancy uit. iMac. Ja, dat is duur. Oh, dat is wel duur. Lipstift. Powerbank. Hey. Dat is wel een grote. Deze heeft 10.000 mAh. Dat is best wel een grote, ja. Zo, ik denk dat dit hem is, mensen. Ja.
Oh, wacht. Zit hier nog wat in? Nee. Ik denk dat dat het is. En dat is helemaal niet erg, want we hebben echt hele zieke dingen. Lekker, gefeliciteerd man. Echt, wat hier allemaal in dit tasje zit ook joh. Pooh, allemaal sieraden. Ja, maar gaan we morgen direct naar de juwelier? Ja, dat lijkt mij wel. Ja. Dat lijkt me echt een heel goed plan. Holy shit, ik ben helemaal verbaasd joh. Ja, we zijn lang bezig geweest, het is echt al... Het is laat in de avond. Bijna 8:30. Ja. We waren hier om 4:00. Kwart over 4:00, ja. Ja, het is 8:30. Zo lang zijn we bezig geweest achter elkaar. Ik heb superveel trek. Dus we gaan even, ik denk, een pizzetje of zo in de oven schuiven. En dan gaan we lekker naar bed. En dan morgen als eerste dit tasje naar de juwelier. Dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je meer van dit soort vlogs wil zien. Want ik heb nog 3 andere koffers gekocht. Nog 3 andere. Besef wat we nu allemaal al hebben. Super vet. Ik hoop dat jullie het ook vet vonden. Ik zie jullie morgen weer een nieuwe video om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Wat hebben we ook gevonden weer? Ik heb geen idee wat het is. Maar er waren nog wat tasjes verplaatst tijdens het rijden. Dus... we hebben nog wat tasjes gevonden. En ik heb hier een Brouwer timing system. Ja, moet je kijken, joh. Dit ziet er echt fancy uit, hoor. Dit is echt... Wat is dit voor apparaat, joh? Weet iemand dat? Wow. Kijk dan. Zo ontvangen. Wat is, het zit hier een dikke lens in, ja. Ik heb geen idee wat het is, joh. On-off. Hij kan zo lekker Engels. On-off. Maar dit is wel sick hoor. Ja, je moet even na laten checken. Zeker. Dit, ik weet niet wat het is, maar deze tas gaan we even bewaren. Zo. Moet dan ook, hè? Vinden we gewoon weer even. Oh, no! Oh my god. We hebben weer money. We hebben weer geld. We hebben weer money. Wow. Eindelijk, yes. Yes. Ik zie veel ook, ja. Dikke stacks, joh. Hier, kom. Wat is het? Ja, ik heb geen idee wat het is. Yen of zo. 200 yen? Wel een mooie keel staat erop, ja. Ik in de keel. 200 yen. 100 yen. 50 yen. 10 yen. 10 yen. Ja, volgens mij is dat geen drol waard, maar... Gaat wel hier zit nog veel meer in, joh. Moet je voelen. Oh ja, hier zit heel veel in, hoor. Hier, daar achter je. Gast, check die stacks. Holy shit, holy shit. Check die stacks. Bro. What the heck? Check die stacks. Bro. Bro. Oh, dit hebben we echt niet gepland of zo. Gast. Oh mijn god, bro. Holy hoeveel is stacks. Dit? Dit is echt 1000 euro of zo. Holy shit. Mijn hart gaat... Er zit nog veel meer in. Echt? Mijn hart gaat hard, joh. Gast. Oh my god. Ik heb echt kippenvel van hier tot Tokio. Gast, hoeveel geld heb je nu in je handen? Ik heb geen idee. Holy! Dit zijn tasjes die we waren vergeten. Oh my god. En dit is echt niet wat wij hebben neergelegd of zo, hoor. Dit is echt. Dit is serieus echt, echt. Ik dacht eerst even dat jullie aan het kloten waren. Nee, maar... nee, want wij maakten dit tegelijk open. Ja. Komt ie? Dat is 100. Dat is 200. Nee. Oh my god. Holy shit, gast. 400. 400. Gast! Oh. 600. Bro, je hebt je tas, je hebt je kaart. 600. 695. Oh my god, meer dan 700 euro. Nog euro's. Klein geld. Ja, lekker. Hier, dat maakt het nog meer. Gast. Klein geld erbij. Kijk waar, wat hier ligt. Ja, dit is sick. Dit is echt ziek. Wat zit hier nog meer in dan? Ja, er zit echt nog veel meer in. Nog zo'n flap met zoveel geld. Nee, make-up. Oh, hier zit make-up. Waren we nou maar eerst daarmee begonnen? Ja. Maar wat is dit voor make-up? Ja, dat boeit me ook helemaal niks eigenlijk. Oh, misschien zie je... Holy shit! Nee, als dat echt... Gast! Nee, dit is niet echt. Gast! Dit kan niet. Dit kan niet echt zijn. Ja, gast! Bro, gast. Wat dit kan zijn, waarom het zo wit is, dit is wit goud. Als dit wit goud is, bro... Ja, ik heb hier geen verstand van. Jij hebt misschien echt 12 karren hiermee verdiend, met alleen dit tasje. Ik denk dat dit wit goud is. Laat me eens voelen. Ik denk dat het nep is.
Nee, het is niet zwaar. Gast, als iemand zoveel geld in zijn tas heeft zitten, gaat hij geen nep shit rocken. Dat is wel waar, maar dit, nee, dit is niet echt. Kijk maar, het is gesmolten. Zie je ja, dat? Ik denk dat het nep is. Ja, dat is nep. Ah, jammer. Zie je, die zijn meteen weer zo enthousiast. Ja, dat is lekker. Dat snap ik ook wel. Ja, ik ben en kijk dan wat voor geld hier ligt, joh. Jezus. Ja, dit is absurd, joh. Oh my god. Oh my god, serieus. Kijk, dat geld hier ligt dan. Normaal. Is het echt geld, hoor? Nee. Oh, Monopoly. Oh my god. Dat is echt. Wat vinden we nog even? Maar dat is het, hè. We hadden de vlog afgesloten en in één keer... Wie zei dat? Jij, Boas? Ja. Boas, die zei van, er liggen hier nog ja, stukjes. Ik heb dus de hele tijd op dit tasje gezeten, hè. Met je poepen. Ja. Nou, laat het maar even in je tasje doen dan. Ja, dit mag ook in je mooie nektas. Dit is echt lekker, hoor. Dit is lekker. En weet je wat het bizarre is? Dat ik nog zei van briefgeld, hè? Ja. Dat ik nog zei van, ik hoop dat ik briefgeld vind. Ja, ja. En kijk dan. Ja. Holy shit. Zo, hier zit dit. Gast. Oh, hier kleingeld nog. We mogen nu ook niks vergeten, hè? Gaan we deze na laten checken? Of ja, dat wel, dat wel. Ja. Sick, hoor. Gast. Bro. Even normaal. Ja, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is echt sick. Maar weet je, ik zou het echt heel erg kloot vinden als mensen denken dat het nep is. Ja. Omdat, snap je, ik kan me best voorstellen dat sommigen denken dat het nep is, maar dit is echt, mensen. Serieus. Ja, wat de? Hij heeft net als gelaten. Ik moet echt bijkomen, joh. Ja, ik moet ook bijkomen, maar er valt niks bij te komen, want we hebben hier een bril. Zo, dat is een lekker modelletje. Dat is best wel een leuke bril. Harry Potter'tje, hoor. Kunnen we bewaren? Ja? Ja, dit is... Oh, dit ziet er wel fancy uit. Helemaal van Kirk. Ruikt naar Kirk. Smaakt naar Kirk. Kunnen we ook bewaren, even opzoeken. Wat hebben we hier? Powerbank of zo? Nee, jongen, dit is tandenvloer. Ja, dit is vals. Hier, gebruik jij maar als powerbank, Thomas. Is dit een powerbank? Nee, ook niet. Oh. Moet je erin kijken, valt hij dicht. Dat is ook lullig. Dat is wel een mooi snoertje. Doe niks mee. Zo, ik ben helemaal stil, joh. Ja. Ik ben echt helemaal stil. Dit is echt bizar. Dit is echt... Maar je hebt nog nooit geld gevonden, toch? Ik heb nog nooit geld gevonden. Jawel, ja, kleingeld. Ja, kleingeld. Ja, en buitenlands. Ja. Maar nog nooit zoveel... Keiharde euro's. Nee. Goed. Maar nu dus één keer al, wat was het, 37 euro of zo? Ja, dat was het, de eerste. Dat vonden we al vet. Ja. Want maar, hoeveel was het nou? 700 euro? Ja, net iets. Ja, 720 euro of zo? Niet normaal. Hé, dit is ideaal. Dit is ideaal. Ja, deze heb ik ook een tijdje gehad. Dit is echt serieus ideaal. Dan plak je aan je raam en dan kan je zo je telefoon tussen doen. Heb je dat, Boas? Nee, ik heb geen auto. Nou, hier, voor je ouders. Ja, die hebben we wel. Ja, hier. En die hebben er wel een. Oh, die hebben er al een? Ja. Oh, oké, dan ik wil gewoon aangezien. Nee, maar dankjewel. Oké. Dat is het echt, mensen. Zo, maar dit was het echt. Nog wel even een goede afsluiter, ja, dit. Ja, sick, joh. Ik ben echt blij dat jij die tasjes nog voor zijn houden. Zelf voor, we hadden het niet gezien. We hadden de hele auto ingeladen. Ja, dan had je het gewoon weggegooid. Ja, maar dan hadden we morgen bij de grovel gezien. Nee, want dat pak je gewoon allemaal tegelijk op. Nee. Na een nachtje slapen ben je echt wel vergeten. Kijk hoeveel we hebben. Ja, dit is bizar. Dit is echt bizar. Gaan we een kleine samenvatting wat we nou echt allemaal hebben gevonden? Nee, dat laat ik later allemaal wel zien. Dit was het einde van de vlog. Dit was echt het einde. We hebben de hele auto doorgekeken. Ik denk dat hier... Ik vind op minst, Boas, voor jouw goede oog dat jij wel een paar centjes verdient. Kijk, zeker die Jens of zo. Ik heb heel veel Jens. Heel veel geld uit China. Ja, mooi maar die diamantenring ben ik zo benieuwd naar. Ja. Ben ik ook benieuwd naar. Zeker. Maar dat is een avontuur voor me. Ik ben blij met mijn aapshirt. Zo. En ik ben blij met mijn fanny pack. Zo. Ik wil niet veel zeggen, maar ik voel me goed. Jij kan lekker slapen vanavond. Zeker. Bedankt voor het kijken. Knol Power!